Het is middernacht, maandag 22 december. Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De veiligheidscontroles op het vliegveld van Frankfurt laten ernstig te wensen over. Dat schrijft de Europese Unie in een geheim rapport waarop de Duitse krant Bild am Sonntag de hand heeft weten te leggen. Volgens de krant slaagt een undercover controleur zich in de helft van de gevallen in om wapens of andere gevaarlijke voorwerpen door de passagierscontroles te krijgen. De problemen zouden vooral veroorzaakt worden doordat het personeel slecht is opgeleid. Zo zou het niet goed weten hoe het beelden van de röntgenapparatuur moet interpreteren waarmee de handbagage van passagiers wordt gecontroleerd. Ook op een aantal andere Europese luchthavens zouden de controles niet goed zijn, maar welke dat zijn is niet duidelijk. In de Franse stad Dijon is een automobilist doelbewust ingereden op een groep voetgangers. Er raakten 11 mensen gewond, van wie 2 ernstig. Er is nog veel onduidelijk over de dader. Franse media melden op basis van een anonieme bron dat het om een verwarde man gaat die in een psychiatrisch ziekenhuis is behandeld. De man zou volgens diezelfde bron Allah is groot hebben geroepen toen hij inreed op de voetgangers. Op de bodem van de Lek bij Schoonhoven is het lichaam gevonden van de man die vanmiddag van een binnenvaartschip viel. De politie vond de drenkeling met behulp van sonar. Het lichaam is geborgen. Nadat de man rond het middaguur overboord was geslagen, heeft het scheepvaartverkeer bij Schoonhoven uren stilgelegen voor onderzoek. De opmerking dat koningin Beatrix destijds zeer terughoudend was om onderhoud te laten plegen aan Paleis Huis ten Bosch had geheim moeten blijven. De NOS en NRC hadden een WOP-verzoek ingediend om te achterhalen waarom het paleis in zo'n slechte staat is. In het antwoord dat de NOS ontving stond de gevraagde zin over Beatrix, die ontbrak bij NRC. Binnenlandse Zaken spreekt van een menselijke fout. Het weer. Vannacht is het bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt tussen 7 en 10 graden. Morgen, dinsdag en woensdag waait het opnieuw stevig. Het regent geregeld en de temperatuur loopt op naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij de Echte Janne, de radioshow voor Poonten. Mijn naam is Jan Roos en ik ontken elke betrokkenheid bij welke seksrel dan ook. Nee, ik ben Jan Heemskerk en ik heb geen seks en geen rellen, dus ja. Wil bij geluid heb je natuurlijk op echtejanne.nl. En de hashtag op Twitter is niets anders dan Echte Janne. En dit moet ik even laten horen, Jan. Wat? Even kijken hoor. God. Ja. Nee. Godverdomme, dat doet het niet. Ik had een stukje van Udo Jorgens klaarstaan, maar dat hele ding slaat helemaal op. Ah, die is dood. Pleur is mof. Nou, Udo, nee. Als je dit hoort, het allerbeste. Ja. Hé? Nou, ja. Oké, echt Jan, ben je of het ben je niet? Dat is genetisch bepaald. Dus zit je in het glazen huis in Haarlem onwijs je eigen ego op te poetsen onder het mom van geld ophalen om mishandelen vrouwen bij te staan of zoiets dergelijks. Zoals die uiterst deugende jongens van onze collega's van de 3FM. Dan ben je een ontzettende Johan, zeg jij Jan. Dus dat is altijd zo eens. Ik heb nog niks gezien. Heb jij gekeken? Ja, heel vies. Oh. Beschamend. Ja, is het erg? Maar stel eens even, want ik heb echt helemaal nog geen clue. Nee, maar Jan, luister nou. Er zitten dan mensen die verdienen een paar ton belastinggeld. En die gaan dan een paar dagen mee zitten lijden met de rest van de wereld die echt aan het lijden is. En halen ze geld op voor vrouwen die dan mishandeld worden en misbruikt. En dan vraag je je af, van waar gaat dat geld dan heen? Ja, naar de nazorg. Maar dan is het hands of our girls. Die meisjes zijn helemaal niet van ons en handen eraf. Dat gaan ze ook helemaal niet bewerkstelligen met dat geld. Ja, ik vind... Nee, het is niet je dingetje. Nee, maar het is toch wat. Het is toch ook zo decadent om even lekker een paar dagen niet te eten. En dan huilend elkaar in de armen te vallen. En dan, we hebben 34 miljoen opgehaald met allemaal bakvissen die dan en van een kutnummertje willen horen voor 25 euro. En dan, oh god, we hebben de wereld weer gered. En dan komt er zo'n zeikbak van de regering die zegt, jongens, weet je wat? Wij verdubbelen het ongevraagd. Ja joh, ik krijg daar de schompenvlekken van. Ja, dan blijf je het even willen toelichten, Jan. Zullen we even kijken wie er verder nog een echte Jan of Johan is geweest? Nou, waarom niet? Oké. Okay. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan. Ja, van schandvlek naar scheidvlek, Albert Verlinde. Jan Roos is op die beelden duidelijk niet voor de poes op dat moment. Hij zit eronder. Hij zit eronder. Dus we laten het filmpje ook niet zien. Omdat het is echt pure porno waar je zit te kijken. Pure porno, hè, Albert Vuile. Pisdicht. Ja, koning Pisdicht, die zat weer op zijn troon. Want Albert dacht mijn persoon eens even flink aan te pakken. Nou, dat is echt mannetje hoes. Door deze omroep werd gepoond. Totale bullshit verhaal van de Telegraaf. Maar Verlinde noemde het pure
pure porno. En belde ook nog even een werkgever van mij op om te vragen of ik ontslagen zou worden. Wie? Ja. Albert Verlinde, die heeft dus Mama Magazine gebeld. Mama Magazine? Daar schrijf ik dus een Mauwense column voor. He, als lekkere, ruige vader. Lekkere kekke papa. En heeft hij gebeld, die vader, vieze ruggetufter. Hoi, met Albert, wordt u nu ontslagen door deze pure porno? En? Nee, want er was geen sprake van pure porno. Nee, maar bovendien geeft dat wel kleur in jouw vaderprofiel, toch? Ja, maar Jan, hij was niet voor de poes, man. Humor. Tjongejonge, ja. Nou, in ieder geval... Hij dacht ook nog een keer dat ik een verschrikkelijke kerst zou krijgen. Want hij is vader van 3 kinderen. Nou, die zou wel een hele, hele nare kerst krijgen. Maar jij hebt natuurlijk een topkerst, of niet? Ach, houd er alsjeblieft op, man. Denk je dat mevrouw Roos er wakker van ligt? Dat ik door aangerand word door 3 van die mokkels? Houd er alsjeblieft op. Die zei, god, lieverd, je ruikt een keer niet naar poes. Want je hebt je gewassen? Nee, want ik... Ik heb niks teruggedaan. Nee. Oh. In ieder geval, Albert Verlinde, mocht je dit horen, wij wensen jou heel veel liefde, heel veel warmte en ebola. Nou. Jij niet? Nou, ebola. Ja, jij bent altijd bang voor je carrière, hè? Ik vind de dood ook weer zo dood. Nou, je hoeft niet tegelijk dood te gaan aan ebola. Ebola, maar dat je het overleeft. Ja. Oké. Gaan we verder met Diederik Samson. We hebben goed met elkaar gesproken en natuurlijk zijn het soms stevige gesprekken. Maar dat beschouw ik niet als knetteren of iets anders. Arme Samson, de een na de ander laten we vallen. Nu weer 3 Eerste Kamerleden van zijn hoogst eigen partij die hem de middelvinger gaven. De badmutsjes, alles, iedereen kwijt. In de peiling staat zijn miezerige partijtje op een miezerige 10 lullige zeteltjes. Die gaat dus binnenkort voor de enkele cijfers. En Jan, echt eerlijk gezegd, dat gunnen we hem nou ook weer niet. De badmuts. Ik merk aan mezelf dat ik toch een beetje dicht... Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik vind... altijd als iemand op de grond ligt, moet je door blijven schoppen. Ja, maar in alleen, geval... Alleen, nu is het zo langzamerhand dat je denkt... we hebben zijn milter al uitgetrapt, zijn lever is gescheurd. Niet, maar dat hebben ze ons helemaal niet eens genoten. Eigenlijk zijn het zijn hele partij. Wil, ja. Ik zal je een geheim vertellen. Ik was dus op een feestje. Oh. En er was Didi op een gegeven moment ook. En toen zei ik, joh, ik vind het toch wel knap van je... dat je gewoon door blijft gaan. Toen zei hij... Vind je dat echt wat aardig van je? Oh, dus je hebt een ontroerend moment met de badmuts gehad? Ja, maar ik dacht nog steeds van jou, wat aardig van me. Je bent toch hartstikke gek dat je maar door blijft gaan? Hij is door God en iedereen verlaten. Er is echt niemand meer in zijn eigen partij, ook niet volgens mij, die nog iets heeft van... kom, die pak er nog even een paar dagjes tegenaan. Nee, precies. Gewoon, dus hij zegt, oh god, wat aardig van je. Maar hij begreep helemaal niet wat mijn ondertoon was van jongen... Stop het toch lekker mee. Trek de stekker eruit, dat je zelf ook. Natuurlijk. Nou, in ieder geval, Diederik, als je dit hoort, je bent er enorm, hè? Johan. Ja, natuurlijk. Oh, Roger van Bokstel. De wereld gaat totaal op zijn kop. Maar in de zorgverzekering gaat ook alles op zijn kop. Ja, dan ben je dus fractievoorzitter van de Eerste Kamer van D66. Een zogenaamde liberale democratische partij. Maar tevens bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Mensis. Oh, mag dat. En willen het opgeven van de vrije artsenkeuze nou net de zorgverzekeraars... gigantisch hoeveelheid macht en geld opleveren, Jan. Ja. Dus geeft D66 geen enkele fuck om een liberale gedachtegoed... en om de democratische waarden. Want tijd dat de bevolking eens inziet dat Draai66 een soort laffe PvdA is. En je moet eerlijk zeggen, je kan mensen beledigen... door bijvoorbeeld te zeggen, je lijkt wel een PvdA'er. Maar je zou toch een laffe PvdA'er zijn. Dat is vlek op vlek. En daarvoor maken wij nu de heer Van Bokstel van D66 vooruit. Nee, maar weet je, dat is natuurlijk ongelooflijk. Die man die verdient met zijn bestuursvoorzitterschap... bij die mensen verdient hij heel veel geld. En hij zorgt er nu voor dat met zijn werk als fractievoorzitter in de Eerste Kamer... dat zijn bedrijf waarvoor hij bestuursvoorzitter is... nog meer macht krijgt en nog meer geld gaat verdienen. Het lijkt mij 2 vliegen in 1 klap. Je zou het ook wel belangenverstrengeling kunnen noemen. Oh. Maar ja, dat is de Eerste Kamer. Dat is de belangenverstrengelingenclub. Ja, hartstikke leuk, toch? Goed. Nou. Ongelooflijk. Nee, dat is helemaal niet goed. Zo'n D66, hè? Dat doet het hartstikke goed in de peilingen. Maar waar staan zij nou voor? Nee, maar even serieus, waar staan zij nou voor? Ja, moet je dat aan mij vragen? Nee, bestuurlijke vernieuwingen. Elke vorm van bestuurlijke vernieuwingen... Directe democratie. Overal zit een streep doorheen. Ja. Waar staan zij nou voor? Ze staan toch helemaal voor niks? Ja, behalve dan, ze zijn wel eerlijk. Ze willen gewoon eigenlijk wel Nederland opheffen en als provincie van de EU verder gaan. Ja. Maar voor de rest, waar staat de partij voor? Ja, voor niks. Ja, stem dan niet. In plaats van niks. Punt. Goed, we gaan verder met Marjolein Faber. Dat missen we, naar mijn inzien, nog wel eens in de politiek. Dat mensen niet een knoop durven door te hakken. Dat ze niet die beslissing durven te nemen. Ja, zo is het.
En wie is deze welbespraakte vrouw? Dat is Marjolein. Marjolein wie? Marjolein Faber. En wie is dat dan wel? Het is de fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. Mevrouw is heel boos dat er op 30 december 1,1 miljard naar Brussel wordt overgemaakt door onze vriend Dijsselbloem. Terwijl de Eerste Kamer daar dus geen fuck over te zeggen heeft gehad. Mevrouw Faber bewaakt dus de democratie. In haar eentje eigenlijk, want er is geen hond die naar haar zal luisteren. En Jan, wij voorspellen toch dat de poen zonder enige aarzeling in het grote zwarte gat van de EU zal worden gedumpt, of niet? Jazeker. En wat vinden we dan Marjolein als eenzame strijder? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb dat vrouwtje wel eens gezien. Maar, oh joh. Ja, je verwacht, dat is een heel klein vrouwtje. En dat kan toch? Nee, maar omdat ik vind dat wel, waar ze voor staat, is op dit moment wel heel goed. Namelijk van, ja, luister, moet dat niet even goedgekeurd worden door de Eerste Kamer voordat we dat belastingcentjes van ons volk die kant op pleuren. Ja, dat waarschijnlijk dus, niet, want het zal weer een regel zijn. Die nee, wordt, natuurlijk niet, maar in ieder geval... In ieder geval iemand die nog probeert... En ergens, echt Jan wil ja, ik dat toch wel van maken. Een voet dwars te zetten aan het ruksiesloos spenderen van onze belastingcenten aan het Europa. Nou, zo is het maar net. Waar je zoveel over hoort de laatste tijd. Ja, weet je wat ik ook zo grappig vond? Hè? Nee. Heb je net het nieuws gehoord? Ja. Nou, dan is er een man in Dijon, hè, van de Mosterd, ja, die rijdt dus hoppelepop op 13 mensen in... Alles gewond, twee waarschijnlijk heel erg zwaar gewond tot bijna dood. En wat is het nou, die man is een beetje psychisch verward. Oh. Want weet je waarom hij wat hij deed? Nog net voordat hij al die mensen plat ging rijden, nee. Toen zei hij, Allah is groot. Nou, dat is toch mal, hè? Want de laatste tijd heb je zoveel van die verwarde, eenzame mensen. Dan gaan ze iets heel geks doen en meestal gaan er andere mensen dood. En dan net, dat is echt zo raar, net voordat ze dat doen, roepen ze dus Allah is groot. Ja. Maar er is geen verband, Jan. Behalve dat ze allemaal... psychisch gemankeerd zijn en lone wolves. Ja of ja? Zeker. Mooi. Geen twijfel over. Laten we even een klein stukje gaan trendwatchen dan. Echte Jan of Johan, echte Jan. Brrr. Of Johan, echte Jan. Of Johan, ben je serieus? Echte Jan. Heerlijk. Alik en Richard Lamp. Of Lamp. Wat zullen we doen? Zullen we het even vragen? Nee. Ja, ik vind Lamp raar klinken altijd. Maar ja, dat ben ik. Lamp is misschien ook over. Lamp. Lamp. Hallo? Er wordt niks gevraagd. Lamp. Leek en Richard Lamp zijn... L-A-M-B. Wil je er een beetje beeld bij hebben? L-A-M-B. Dat is zeggen. Eigenlijk wel Lamp. 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 Zonder B. Zonder B, ja. Lamp. Je schrijft het met B, maar je zegt zonder B. Er wordt niks gevraagd, hè? Who cares? Leek en Richard... Ja, we hebben regelmatig gedoe met namen hier. Dat is wel een weet je wat? Ja. We zeggen gewoon Leek en Richard. Ja. Klaar. Oh, ja. Of zullen we dan weer Richard? Richard. Ja. Man. Leek en Richard zijn als trendstratege en futuroloog verbonden aan bureau trendwatchers.com en voorspellen ieder jaar rond deze tijd de trends voor het volgende jaar. Is dat niet enig, Jantje? Nou, het is al beter dan de trends van vorig jaar, Jan. Ja, precies, hè, want dan heb je de oude trendswatchers ben je dan, hè? Dus we gaan vandaag eens eventjes lekker eventjes vooruitkijken. Maar eerst doen we natuurlijk wat actualiteiten met Leek en Richard. Gezellig. Welkom. Goedendag. Nou, ja. Ik vind het ook. Kom erop met je actualiteit, hè? Het was leuk, Leek, om je alvast te horen. Nou, hè? Lamp. Ja, is goed. Alles. Nee, niet alles. Dat vind ik zo makkelijk. Wat is er nou? Lamp. Lam. Gewoon Lam. Leek Lam. Maar dat is wel officieel, heel internationaal dan. Ja, daarom heb ik ook zijn naam aangenomen, dat het internationaal was. Jij Richard Lam. Tuurlijk, maar dat trekken ze hier in Nederland niet, hè? Dus, Nee, maar waar kom je dan oorspronkelijk vandaan? Scotland. Scotland! Ja. En jij, Lieke, ja, wat maakt ook ik uit. Ik kom gewoon uit Rotterdam. Ja, dat zou je ook niet zeggen. Nee, nou, ik vind het wel leuk, hoor. Wij van Rotterdam. Ja, dat ben ik. Ja. Vind jij wij van Rotterdam? Ja, ik ook leuk. Nou, heb je weer geluk vandaag. Nou, ik vind het Rotterdamse accent vind ik altijd leuk. Oh, heerlijk. Bij bootwerkers en havenwerkers. Maar bij een vrouw vind ik het zo ontelijk. Nee, heb je liever Amsterdam, plat Amsterdam, dat vind je geil. Ik heb het liefst dat wij even gewoon een bek houden. Nou, Jan, dat je dat niet moet uitnodigen. Nou, dat heb ik ook niet gedaan. Het was voor mij ook een verrassing. Ik wist niet eens dat zij ook echt werkte, maar dat gewoon... Nee. Zeg! Nee, ja. Ik zeg nou, weer uit gaan kijken. Ja. Hey. We beginnen gewoon even met de actualiteiten. Ja, we zijn goed binnen. Ja, hey, de actualiteiten. Ik begon er net al over. Serious Request. Hoe denken jullie daar als trendwatchers over? Want dat is toch eigenlijk... Ja, het is... Ja, ik dacht dus echt serieus hè, dat die jongens niet doorbetaald werden in die tijd dat ze in dat huis zaten. Nou, maar Evelyn... dat gebeurt natuurlijk wel. Ja, natuurlijk. Dom van mij. Liever gezegd, het is heel goed voor je carrière als je daar gaat zitten. Ja, dat snap ik ook wel. Een hoop aandacht en maar goed, deze discussie is niet nieuw. Het is ieder jaar er dat mensen zeggen van... het is niet uit onbaatzuchtigheid dat ze daar zitten. Je kan je natuurlijk afvragen, moet het uit onbaatzuchtigheid zijn dat ze daar zitten? Waarom moet dat? Nou, het gaat als het geld maar opgehaald wordt.
Ja, maar dan kan je... Oh ja, als het geld maar opgehaald wordt. Dus als alle 3FM-dj's hun hol laten bewerken achter het Centraal Station voor wat geld voor misbruikte meisjes, is het ook goed. Ik vind het best. Nou. Ik ja, zo jammer. Als ik maar niet hoef, dat vind nee, maar wat is het nou? Ik vind dat even lekker een ik paar dagen lijden. Van, hè, worden dan... Ja, want er worden vrouwen... En dan Erik Carton, of weet die man die met dat moeilijke hoofd... Die gaat dan naar van belastingpoen gaat die de hele wereld rondreizen... en met een traan in zijn ogen zitten kijken naar zielige meisjes. Ja, die zijn allemaal misbruikt in het bos. In Nigeria door Boko Haram is het niet heel erg. Ja, dat vinden wij allemaal heel erg, Carton. En nu? Oh, dan gaan we met z'n allen... 6 dagen naar de jankende idioten in dat glazen huis zitten luisteren... met al die kutnummertjes van ze. En shakes drinken. En drinken ze lekker niet, want ze gaan even lekker lijden. Oh, wat hebben wij het slecht, zeg. 6 dagen mogen we alleen maar vitamine shakes drinken. Oh, wat zielig. Oh, wat zielig. Ja, het is wel goed voor mijn carrière. Lekker huilen. En ik kan nog wat... Ik vind het zo verschrikkelijk, vind ik het. Ja, nee, maar dat waren we eigenlijk al een beetje uit. Maar wat vinden jullie trouwens? Nou, het lijkt mij wel geinig als jij volgend jaar erbij gestopt wordt in dat glazen huis. Ja. Gewoon voor de sfeer. En voor de rust hier. Nou, dan kunnen ze inderdaad wat geld gaan inzamelen voor mishandelde 3FM-dj's. Godverdomme. Nee, enfin. Nog eventjes over die voorpagina van de Telegraaf waar ik op stond. Hebben jullie daar nog een mening over? Ja, jammer hè. Nee, dat is leuk geprobeerd natuurlijk, maar dat is totaal niet aangekomen, toch? Volgens mij is dat niet door andere media overgenomen. En was het een brandje van niks eigenlijk, hè? Was natuurlijk een soort tegenreactie op... Zie je stom te lachen, Lieke? Onno Hoes en zo. Ja. Nee, ja, ik heb lol. Oh, nou, ja, moet je zelf weten. Hey, Marjan, hoe heb je dit zelf doorgemaakt? Nou, het is natuurlijk... Kijk, John van den Heuvel die staat er ook onder. De misdaadverslaggever. Ja, als auteur, mede-auteur. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet waar. Hij zit natuurlijk als vaste gast vaak bij Albert Verlinde. Toevallig. En het is een opzetje tussen die twee. Omdat na Hoesgate we moeten Poon terugpakken. Je hebt echt alles door, hè? Wat ik erg grappig vond, was jouw opmerking. Ik ben natuurlijk niet bij geweest. Ik weet niet in hoeverre vrijwillig dan wel niet vrijwillig is gegaan. Maar jij merkte terecht op van... Onvrijwillig heb ik die dames op mijn hoofd gehad. Als ik een vrouw was geweest en ik had onvrijwillig 3 mannen naakt over mijn hoofd hebben zwabberen. Dan was het swaffelen. Een hele swaffelen, whatever. Nou, maar dan was het een hele aangifte gedaan. Dus ik heb tegen Jan ook gezegd, mag je rustig weten, als onbezoldigd theorie adviseur. Doe aangifte, pik het niet. Ja. Kan nog. En zoals je gedaan hebt tegen die Quincy Gario-type. Ja, maar dat vond ik nog wel interessant. Maar ik ga dan in die lelijke wijn voor het recht leven. Voelde je niet vies, Jan? Ik zou me vies hebben gevoeld. Nou, tot jou heb ik wel vaker een kut op mijn hoofd, vriend. Echt waar? Maar heb je nog gedoucht daarna? Ja, natuurlijk, jongens. Kom op, nou eens eventjes, Richard. Nou, ik dacht echt, jouw bestuur was. Nou, zeg je eigenlijk los van jouw emoties, want die zullen best wel meevallen. Misschien heb je er zelfs wel van genoten. Maar het gegeven aan zich was wel grappig van als ik een vrouw was geweest. Jij dan. Ja, dus en erbij, maar waar sloeg het nou uiteindelijk op? Ik moet eerlijk zeggen, ik begrijp het nog steeds niet. Ik was met parlementaire journalisten op een soort feestje. Kwamen al die jongens van de Telegraaf een excuses bij me aanbieden. Dat een beetje laf, hè? Nou ja, goed. Ja. Dat, voor de collega's. Ja, dat ze zich doodschaamden wat er gebeurd was. Schat, wat ik me van die dag herinner is dat er een heleboel saaie koppen waren. En een foto van jou met die dames. En waar klik je dan toch op? Het ging om de kliks. Kat in de magnetron en Jan Roos met 3 dames op zijn hoofd. Ja, dus het gaat om de kliks. Was er ook een kat in de magnetron? Whatever. Ja, dat is boven jou qua aantal dat verzin kliks. Je zomaar. Kijk, en zo, dat zie je dus bij de Telegraaf ook, hè. Die verzinnen zomaar wat. Een kat in de magnetron. Ik denk, jezus. Maar het was wel verticaal gefilmd en dus waar. Dat vond ik ook een hele goeie. Ja, weet je wat ook belangrijk nieuws is? De kabinet is begonnen met het samenstellen van een lijst van terreurorganisaties. Nou, dat is lekker op tijd. Zei ik ook al. Is toch niet te geloven? Nee, maar ik weet, want wij volgen natuurlijk alle uitspattingen van AIVD en MIVD... wat er enigszins naar buiten mag. En dan zag je al in 2007 dat ze hier natuurlijk wel heel serieus naar aan het kijken waren. Maar toen werden ze bezuinigd en bezuinigd. Ik weet niet of je het nog kan herinneren. Moest allemaal geld weggetrokken worden. En toen ineens weer niet. Ja, dat is een beetje lastig natuurlijk. Een lijst dit soort van terreurorganisaties was er natuurlijk al lang. Dus niet zo heel moeilijk, toch? Nee, dat kunnen wij samen nu vanavond even regelen. Dat ook wel. Het is even vragen wie er op die lijst dan wel moet of niet. Hè? Wat is een terreurorganisatie? Nou ja, plus, en wat weet je, niet? Kan je dat nog herinneren? Een paar maanden geleden hadden ze in de Verenigde Staten wat namen bedacht, min of meer zelf, voor terreurorganisaties. Die gewoon lekker bekten. En de media die nam dat gewoon allemaal over daar. En dat bleek uiteindelijk gewoon weer een variant van IS te zijn. Was dat niet een journalist van de trouw? Zoiets van, nee, dat was in de VS inderdaad. Nee, en dat is natuurlijk apart. Nou, joh, maar. Die discussie is natuurlijk weer een beetje aangeswengeld... omdat de EU zogenaamd Hamas van de lijst had geschrapt. Dat is natuurlijk, dan moet je eventjes beter lezen, want EU wordt niet geschrapt. Ze moet alleen beter Hamas. Bewijsmateriaal... Hamas. Wat heb jij gedronken? Wat zei ik dan? De EU werd geschrapt. EU wordt misschien ook wel geschrapt, maar toch denk ik niet. Toch ook een terroristische organisatie. Nou, die terroriseren ons tenminste wel. Ja. Zeker. Nee, maar ik bedoel, snap je... En dat wordt nog een keer... dan komen ze gewoon weer op de lijst. Dus dat is niet... Glas. Ja, precies.
Hey, want ja, jullie zijn trendwatchers, dus we moeten ook over gewoon trends hebben. En ja, waarom niet, zou ik dan zeggen. Ja of niet, Jan? Dat hoeft niet, hoor. Nou, circusdieren mogen niet meer in het circus. Ja, zeg. En dan vraag ik me af, hè. Laten we zeggen, normaal mensen, denk ja. Dan is zo'n olifant is dan geboren in het circus. Die heeft dan geleerd dat hij, weet ik veel... kan die eindelijk wat? Kan touwtje springen met zijn eigen slurf. Straks net zo dood als Free Willy. Ja, ja, en dan, wat gaan we nu met ze doen dan? Ja, ik weet het ook niet. Ja. Dan moeten we aan Joost Eerdmans vragen. Want dit is ook een van de mensen die dit vindt, hè? Nee, maar dit is mijn moeder, hè. Ze is een dierengek, hè. Die zegt echt, ze zou liever het eigen kind, bij wijze van spreken, de gang laten verdwijnen dan een hond te kwaad doen. En die zegt zelfs, ja, maar die, ja, leuk is anders, dieren, kunstjes, ik vind het eigenlijk zielig, maar ja, dat kan toch niet zoveel kwaad voor zo'n beest. Als mijn moeder dat zegt, ja, dan kan ik je verzekeren, dan is het niet zielig, want die vindt alles zielig van beesten. En dat is niet normaal. Het is natuurlijk dubbel als ik mocht kiezen als olifant om door een oerwoud te struinen en iedere dag al mijn eten bij elkaar te moeten sprokkelen met alle gevaren en weet ik wat. Dan denk ik, nou, dan zit ik liever in zo'n circus waar alles gedaan wordt. Maar is er van de week ook zo'n acrobaat naar beneden gevallen? Heb je dat een beetje meegekregen in het circus? Maar dat wilde ik nou net zeggen. Daar hoor je dus eigenlijk niemand over. Nee, maar dat is toch ook niet erg? Maar dat is bij een mens, dat is niet erg. Die heeft de keuze om daaraan mee te doen of niet. Dat heeft een dier natuurlijk niet. Je wordt geboren in een circusfamilie, dan heb je niet zo heel veel keus, denk ik, hoor. Ja, goed. En laten we eerlijk zijn. Kijk, als je natuurlijk wordt geboren als circusolifant, dan is het ergens misgegaan in je leven ervoor. Daar geloof je toch in, mevrouw Lemp, of niet? Ik geloof niet. Nou, een leefje ervoor, ja, wie weet. Ja, toch? Nee, maar even serieus. Ja, je kan mij nou allemaal rot, joh. Nee, maar dat is toch wel zielig. Die mensen, en ik vind ook... Kijk, een circus met honden, kippen, dat is een gelul. En clowns. Maar dat is dus raar, hè? Dat wilde dieren mogen niet en tamme dieren mogen wel. Dat vind ik ook zo... Ja, ja, waar ligt absurd. Of een hond het leuk vindt op de fietsen met een toeter in zijn bek. Precies. Maar zo is het toch ook wel weer. Ja. Ach ja, dan hebben we dat onderwerp er ook eventjes doorheen gejaast. Heerlijk. Ik zit te denken, weet je, als we nou even doorgaan met La Via Roos... over de man op de voorpagina van de Telegraaf. Ja, dat is een goed idee. Het was de week van de hypocrieten. Natuurlijk Albert Vlinde, die mij probeerde te naaien... door mijn werkgever Mama Magazine te bellen... met de vraag of de zogenaamde seksrel mijn ontslag daar zou betekenen. Meneer zat te jankmuilen dat Poon de privacy van zijn ex-man niet respecteert. Maar pisnicht nummer uno probeert via een waardeloos nieuwtje van de Telegraaf... mijn ontslag te veroorzaken. Hoe hypocriet wil je zijn? D66 dan. D66 is een hele nare partij. Ze staan zogenaamd voor weldenkend Nederland... maar het is een bak gekonkel waar je misselijk van wordt. Opgericht voor bestuurlijke vernieuwingen. Maar tegenwoordig lullen ze daar alleen maar over als het ze uitkomt. Neem nou het referendum. Daar waren ze zo vreselijk voor. Maar een referendum over de EU zijn ze dan wel weer tegen. Met heel veel kletskoek proberen ze zich daar dan weer uit te draaien. Maar ze willen gewoon niet dat het volk over zijn eigen land beslist... omdat de uitkomst een andere is dan die de D66 zelf wil. Ook waren ze zo gek op het gekozen burgemeesterschap. Maar het ongekozen burgemeesterschap aanvaarden... nadat je net bent afgetreden aangezien je de gekozen variant er niet doorheen krijgt in de Kamer... is wel het hoogtepunt voor nergens voor staan, zoals Tom de Graaf deed. Nu heeft D66 Rocher van Bokstol in de Eerste Kamer zitten. De hele liberale fractie ging akkoord met het schrappen van de vrije artsenkeuze. Niet erg liberaal, maar wat kan het D66 nou rotten? Ze staan immer voor niks. En van Bokstol is toevallig ook nog bestuursvoorzitter van een zorgverzekeraar. Dus die zal zeker niet tegenstemmen. En dan zegt Lodewijk Asscher ook nog eens dat het kabinet alleen maar sterker uit de kerstcrisis is gekomen. Terwijl de coalitie op het eerstvolgende punt gaat klappen. En Lodewijk dan de plek van Sansom in kan nemen. Dus hij heeft helemaal geen baat bij die zogenaamde stekker uit deze vreselijke crisis. Hoe hypocriet wil je het hebben? Enfin, prettige kerstdagen en gelukkig een minder hypocriet 2015. Ja, ja, stukje kwaliteitsradio naar de mensen toe. Nu is er ene Jos van Zon uit Rosmalen. Daar zit ik ook net te kijken. Je zou toch godverdomme vandaan komen. En die zegt dus, de echte Jannen zijn inderdaad een goed begin van de week. Zij onderbouwen als geen andere waarom het goed is dat de NPO op de schop gaat. Alleen die domme lul weet helemaal niet dat de hele radio niet op de schop gaat. Dat is een beetje sneu. Misschien moet je mensen die aardig dingen over je zeggen niet altijd domme lul noemen. Dat is ook een leuk begin. Oh, je begreep niet wat er werd gezegd. En dan zegt hij ook nog een keer... Leuk met Richard Lemp en Lieke Lemp. Ons kent ons. En daar betaalt Nederland voor. Intilt. Nou, ik weet niet of je... Hé, Sjors van de Zon. Wil je heel even voor het gemak echtejanne.nl of radio1.nl aanzetten? Dan zie je dus op de webcam dat zowel Jan als ik...
helemaal niets, maar dan ook niet genetisch overeenkomstig hebben met de broer en zus lampen hier aan de overkant. Zeker niet. Nou, zou je willen. Zo, Jan, ben je klaar? Ben je poesterig, man? Ja. Gast, wat is er aan de hand met je? Ik had een chagrijnig wijf thuis de hele dag. Ik moet het even kwijt. Gooi het er even uit. Ik moet even één minuutje pakken. Jos van Son uit Rosmalen. Nou, Jos van Son en mevrouw Roos. Als jullie dat volgende week nog een keer flikken, dan kom ik je persoonlijk op je bekhengsten, want dit is niet te doen. Nee, we gaan verder met Elieke en Richard Lam, zijn trendstrateeg en futuroloog, en gaan ons nu vertellen wat 2015 ons gaat brengen. Of misschien toch niet. Bijna. Wat, ja, of misschien toch niet. Je maakt het Jos van Son. Ja, jij kijkt mij aan op een manier van dat ik iets heel raars zeg. Ik dacht, ik geef de vliegende start. Maar jij kijkt weer naar met van die oogjes van, gaan we dat doen? Oh, hoezo dan? Goed. Zullen we beginnen met de politieke Jos van Son even nog even een kwartiertje doen? Jos van Son, als je dit hoort, Jos. Lul! Ja. Zeg. Wat zeg? Zeg, nee, zeg maar. Wat? Zullen we gewoon doorgaan met de politieke trends, Jan? Waarom dan weer met de politieke... Wat voor trends wil je dan doen? Begin dan ook die gewoon. Mensen, die hebben er zelf over nagedacht. Die hebben rust, ruimte en redzaamheid als thema gekozen voor de trendsverwachting 2015. Misschien is het beleefd als we ze even laten uitleggen wat ze bedacht hebben. Wat? Rust, ruimte, redzaamheid? Ik vind ook heel eng. Rust, vrijheid en regelmaat. Ik werd er ook een beetje eng van toen ik het las. Maar misschien hebben ze een goede verklaring. Nou, leg het eens uit. Ja, even een lampies. Ja, ga jij maar hoor. Nee, we moeten ieder jaar eigenlijk zo'n beetje vangen in drie termen. Dus ja. We hebben dat nu Vorig jaar hadden jullie durf duurzaam delen. Ja, ik ben ontzettend aan de voorbereid, Jan. Is daar een beetje iets van terechtgekomen? Nou, heb je niet gemerkt. Ja, toch wel. Als je kijkt, noem eens even twee, drie hoogtepuntjes en één ding waar je krankzinnig naast zat. Cyberwar was onwijs goed voorspeld natuurlijk. Hè. Die Cyberwar is echt wel lekker bezig met Sony die gehackt is. Nou, dat heerlijk. Soort, waar we naast zitten, maar dat is meer de tuin, is die gebogen schermpjes. Wat maar niet... schiet niet op qua productie. Schiet niet op. Hij was even een gadget, ja, een apart rubriekje voor de gadget. Hadden jullie de Russen en de Oekraïne gaan zien komen? En de ISIS? En de ISIS, daar hebben we nog op Twitter contact over gehad. Dat hadden we in dat boek opgeschreven. Maar ja, als je het boek niet leest, mensen... Ja. Er staat zoveel zinnigs in. Ja. Jammer is dat. Het boek is ook echt uit, al jaren. Dat is ook ons laatste boek geweest, hoor. En wat wij ook hadden voorspeld... Maar goed, dat is niet zo moeilijk te voorspellen. Want dat is het nare. Wij voorspellen niks, hè. Wij nemen gewoon waar. En dan gaan we daar met mensen mee aan de slag... om dat in praktijk te brengen en daarop in te spelen. Ja. Maar is het natuurlijk dat de video on demand sneller gaat... dan de televisie kijken. Is in Amerika lachen, is het ook want dan zitten ze hier bij de NPO en bij de commerciële... allemaal te denken van... oh, we moeten eyeballs hebben en reclame, dit en dat. Eyeballs? Wat is dat? Oogjes. Ook voor de radio zelfs, met je webcam. Nee, na een iPad heb je een soort... Heb je hem nog niet? De nieuwe eyeballs van Apple. Eyeballs? Ja, wel geestig. Ja, ik zie je potentieel, Jan. Snap je? Dat je ik wil het niet voor. Ik heb een eyeball. Dat je van die Steve Jobs zo in je broek hangt. Uitsparingen voor je ballen. Dat is heerlijk warm. En dan met een kleine mini-USB'tje. Die duw je dan in je vrouw. En dan, schat, wat voel ik nou? Dat zijn mijn eyeballs. Die dus, die dus niet. Nou, mooi. Maar goed, ondertussen wordt dus de wereld overgenomen door die vloggers... en die met hosted channels bezig zijn en gewoon hun eigen omroepje beginnen gewoon op YouTube. Het grappige is overigens, die jongens vanuit de hoek van Adformatie... die reclamejongens en meisjes, die beginnen gewoon uitzendingen te maken... waar ze alle merken mogen noemen. Dus al hun sponsors zijn ontzettend tevreden... want ze hebben niks met de omroepwet te maken. Hoe vind je die? Ja, leuk. Ja, daar kan je dus niet tegenop als omroep. Nou, dus jullie hadden alles dat is het begin goed. Van het einde. Nee, dat zeg ik net. Maar nou, het scheelt niet veel. Ja, ik voel mijn schermen, maar dat vind ik... Dat was een productiefout. Een klein dingetje, dat lag niet vind aan ik jullie. Ook. Ik zocht eigenlijk een soort mega-blunder. Nee, maar dat hebben wij niet. Een wereldbrand gemist. Hebben wij natuurlijk niet. Nee, serieus. Want dat is meer het niveau waarop je dingen definieert. Je moet niet lullen over... roze biggetjes heb ik een keer gehoord. En ik weet niet, alle hele specifieke dingen die mensen gaan noemen... dat slaat natuurlijk nergens op. Wacht even, biggetjes zijn toch altijd roze? Wat zie je nou met... Als huisdier. Oh. Werd op een gegeven moment gezegd. Mensen die zeiden dat ze zeker wisten dat de euro zou vallen. Natuurlijk niet, de euro gaat niet vallen. Want de belangen zijn veel te groot om dat in stand te houden. Het heeft helemaal geen zin om dat te zeggen. Ja, hey, even voordat we doorgaan. Dat hele vakviel, dit slaat toch nergens op? Maar het is toch gewoon, je roept wat en dan echt... Ja. echt dit is een beetje horoscopen, hè? Je komt vandaag iemand tegen. Nee, Jan. Ja. Bij jou misschien wel. Kijk, als je gaat voorspellen, dan is dat wel zo. Want niemand kan voorspellen, niemand heeft een glazen bol. Dat zeg ik, dus dat doen wij ook niet echt zo keihard in die zin. Je bent gewoon aan het kijken wat de ontwikkelingen zijn. Je gaat met bedrijven kijken hoe je daarmee aan de slag kan gaan. Oh, ja, jij vindt het anders, Ries? Als je maar wat zegt, dan ben je snel klaar. Rust,
Ruimte en redzaamheid. Ja, balanseconomie. Kom maar, balanseconomie. Ja, balanseconomie is leuk. Hè? We hadden tot 2008 groeieconomie. Dat heeft iedereen geleerd op school. En economen die geloven daar nog steeds in. Ik niet. Want wat je ziet, hè, iedereen heeft geleerd van als je maar groeit met je bedrijfje en met je land, dan komt het wel goed met continuïteit. Want dan ga je steeds meer verdienen en overhouden. Dus dan komt het. Oké. Is niet zo. 2008 is alles geknald. Dus nu zijn we met z'n allen de weg kwijt. Nu zitten we in een transitietijd, hè, transitie-economie. En we gaan naar een balanseconomie. Het hele grote verschil is dat de grondstoffen meegerekend worden en hoe je met je mensen omgaat. Nou, al die dingen waar leuk over gekletst werd de afgelopen jaren, die worden nu ineens wettelijk geregeld, stiekem. Dat je denkt van, oh ja, shit, ik moet ook inderdaad. En ik zie dus bij heel veel bedrijven al, die rekenen nu al grondstoffen bijvoorbeeld mee op hun balans. Terwijl ze dat helemaal nog niet hoeven te betalen. Nog geen belastingen over grondstoffen hoeven te betalen, dat soort dingen. Dus je zal zien, straks na 2020 ongeveer, dan zitten we in een soort balanseconomie. En het leuke is dat je dus niet hoeft te groeien dan, om wel gezond te zijn. Ja, precies, dat spreekt me wel aan. Maar zal ik maar. Ik zie niet veel grote krachten in het bedrijfsleven, in de politiek, in de financiële industrie, die dit al ondersteunen. In grote lijnen heb je het gevoel dat iedereen eigenlijk terug wil. Je moet wel goed luisteren. Naar, je moet goed luisteren naar wat mensen zeggen. Ja, maak zelf wel naar elkaar. Ja. Nee, maar ik neem even Dick Benschop, toch niet de eerste, laten we eerlijk zijn, van de Shell. Wie is dat? Ja, en die hebben jarenlang gezegd vanuit de Shell, we moeten groeien en dit en met dat. Nu niet meer. Dat hoor je nu niet meer. Maar onze eigen regering heeft toch zeker die agenda, heb ik stellig de indruk. Is dat, moet die mensen zijn natuurlijk aan het puinruimen nu. Hè? Dat is hetzelfde idee als met de windmolens die nu ingezet worden. Die kosten heel veel geld. Ik heb ze dan nooit horen zeggen van, joh, misschien moet je het hele groeidee wel vergeten. Want we hebben telkens over 1%. Nou, weet je wat wel leuk is? Ik heb een quote meegebracht van, zitten ze daar een beetje op te letten aan de andere kant van de ruit, van Mark Rutte van een tijdje geleden. Oh, leuk. Doe hem er even bij. Je kunt niet als Nederlands kabinet, in een exporteconomie zoals de onze, kun je proberen om de hele wereldeconomie te beïnvloeden. Wat wij kunnen doen, is ervoor zorgen dat Nederland klaarstaat om en nu de ellende zo ondiep mogelijk te laten zijn, door niet nu de staatsschuld plotseling te laten oplopen, bijvoorbeeld. Maar ook door die hervormingen ervoor te zorgen dat je aanhaakt op groei. Ja. Dit was geen quote, hè? Dit was gewoon anderhalf uur geslap gehouden. Hoor. 2011, met het oog op morgen. Een van de laatste uitzendingen vlak voor de kerst. Zo van, daar luistert vast niemand meer. Maar als je goed luistert, zegt hij dus eigenlijk, wij kunnen er ook niks aan doen. En als er straks wat te verdelen is, dan doen we dat graag. En dat straks is dus nu inmiddels. Maar dat is toch politiek, Richard? Juist, maar dat is natuurlijk niet wat je meest hoort als het verkiezingstijd is. Nee, maar het is toch gewoon heel simpel. Wij worden door twee delen bestuurd. Dus de regio en Brussel. Ja. De Nederlandse regering heeft geen code moeten vertellen. Ze worden gewoon gesandwiched. Zegt hij ook. Ja. En dan als er 750.000 werkelozen zijn, dan komt dat door de conjunctuur, door de economie. En dan als er wat afneemt, dan komt het door Hulli. Juist. En dat is toch leuk dat iemand dan eindelijk zelf zegt als MP? Ja, maar dat vind ik op zich al. De MP die zegt wel vaker iets. Ja, ik neem het nooit zo serieus. Nee, maar goed, af en toe is het wel lekker dat iemand toch een soort van neiging tot eerlijkheid heeft. Maar even, dit is prachtig, hè? Een schitterende quote, hoor. Hartelijk dank daarvoor. Maar er zitten uren werk in, hè? Ja. Wat meen je dat nou? Wat zou je nou? Ga volgende keer lekker met mevrouw Lempie leuks doen dan. Ja, wat zou je tegen die boys willen zeggen? Voor hoe lang ze nog hebben, weet ik niet. Natuurlijk, maar stuur eens bij dat economisch beleid. Even Twitter kijken, Jan, anders. Je moet het zichtbaar maken inderdaad, dat je echt duurzaam wil zijn, hè, vanuit politiek. Nou ja, want dat je een totaal fundamenteel andere aanpak voor je economische ontwikkeling kiest. Dat je eigenlijk zegt, we gaan niet meer te groeien als we maar lekker in balans blijven. En als weet je wie ik nou een ongelofelijke paardenlul vind? Jos van Son. Gaat hij weer? Je zit niet eens in de politiek. Nee, maar ik wil het toch even gezegd hebben. Weet weten we inmiddels al meer van Jos van Son? Hij zit bij een politieke club in Rosmalen. Oh, dat is wel Rosmalen, dat was toch vroeger Autotron? Ja. En nu niet meer? Dat weet ik niet. En nu heeft Rosmalen dus niets onbekend om te zijn, behalve de paardenlul Jos van Son. Huis van heeft de Jos toekomst was er ook vroeger. Elke, daar is hij. Oh, ja, ja Huis van de toekomst. Dat was toch van, god, hoe heet die zeikert? Griet Tuttelaar. Ik dacht die, hoe heet het, die Wubbel Okkos. Dat is zeikert. Dat is inderdaad. Weet je wat nog wel grappig is qua economie? Dat het helemaal geen deeleconomie wordt. Ja, het wordt ook een zoiets. Voordeeleconomie. En dat is wel een van de grote misverstanden op dit moment. Dat wat mensen dat? Denken. Leg het nou eens uit, want jullie blijven maar allemaal van die termen eruit zouden mieten. Luisteraars, u kunt het rustig lezen zonder stoorzenders tussendoor. Nee, maar gewoon op internet. Het wordt geen deeleconomie, maar verdeeleconomie. Ja, nee, een voordeel. Voordeeleconomie. Ja, ze houden wel, heb ik ook gezien in die samenvatting van dat rapport, dat wel van woordspelingjes. Dat wel hoor. Ja. Ze zijn wel goed. Maar ze moeten wel een beetje hout snijden. Dus je moet wel af en toe. Maar jullie liggen samen met z'n tweeën onder bed en dan gaan jullie eerst het alfabet Ries, binden. Ries, luister. Ja, ik heb er weer één. Oeh, wacht even.
En dan komt die niet meer op. Deelgebied. Voordeel-economie. Oh meid, wat leuk. We zetten het er gelijk in. Maar ja, wat probeer nou voor jezelf even na te gaan of het zou kunnen kloppen. Rosmalens Belang. Wat is volgens jou de deeleconomie dan? Jan van Son is van Rosmalens Belang. Aha. Kijk, nou de fractievoorzitter. Ja, nou, eens even kijken. Jan van Son. Of Jos van Son. Je zou ook Jos van Son heten, hè? Ja, kort. Weet je wat dat is nee, Nosnaf Soy. Is dat ja, is het Koreaans. En bel hem ook maar. Ook, dat eindigt op OS en begint weer met SO. Ja. Dat is leuk. Ja, hartstikke leuk. Ros, Jos van Son, neem jij maar de telefoon zo eens eventjes op. Want dan ga jou bellen, vriend. Ja. Gek maar goed, man. De voordeel-economie pakken we nog even gauw mee. Nee, nou, de share-economie, dat ken je wel. De deel-economie waar iedereen het over heeft. Dat we zogenaamd dingen met elkaar gaan delen en ruilen. En daardoor zonder eigen belang bijna, zou je bijna denken, dingen uitwisselen. En, hallo, en, Jos! Ja? Wat zeg je nou over ons te zanik op Twitter, over Intilt? Ja, jongen. Ik pak jullie aan op dezelfde manier als jullie iedereen aanpakken. En dat vind ik gewoon leuk. Ja. En daar kunnen jullie heel slecht tegen. Ja, nee, maar om nou Intilt te zeggen, weet je wie de Richard en Lieke Limpelamp is? Ik kom hier nooit meer. Heb je net gehoord hoe dat je Albert Verlinde aanpakt? Ruggenfukker, kom op man. Nee, ruggentufter. En nou pak ik jullie een keertje aan. Nee, dat is niet leuk, hè? Waarop ik het doe via internet en dan heb je problemen. Nee, zwak. Nee, is niet zwak. Het is zwak dat jij over de rug van Richard en Lieke doet dat wij Intilt zijn. Ik heb die mensen nog nooit gezien. Wie zijn jullie? Ik reageer gewoon op de berichten die via internet over voorbij komen. En er staan een aantal ads bij. En als jullie daar niet tegen kunnen, moeten jullie echt niet met zo'n programma beginnen. Nou, Jos van Son, ik vind het allemaal leuk en aardig wat je nu allemaal roept. Maar het is gewoon niet aardig dat je zegt dat wij... Het is niet aardig wat je zegt. Jij noemt mij een paardenlul. Nou, dat is aardig. Jongen, je bent... Dat is ook niet heel erg aardig, Jan, inderdaad. Je bent zo heeft hij wel een punt, hoor. Ja, dat is wel je waar. Je bent alleen maar... Nee, roepen. Nee, ik moet Jos van Son... De inhoud gaat volledig aan je voorbij. Ja, je hebt gelijk. Het spijt me, Jos. Ik zou je nooit meer paardenlul noemen. Laat het maar voor wat het is, maar probeer ook eens te incasseren. Ja, je hebt gelijk ook. Jos, het spijt me, ik zou je nooit meer op Nationale Nieuwsradio paardenlul noemen, Jos van Son uit Rosmalen. Jongen, luister, het is een goede reden dat jullie programma elke week verschijnt, want het is reden te meer om die NPO maar eens danig aan te pakken. Je hebt groot gelijk. Hé, hey, oude paardenlul, bedankt voor het reageren. Groetjes, zo. Groetjes, hoi, zeg je. Maar goed, de voordeel-economie. Ja, nou, je kent de Ubers en de Airbnbs, hè, waar in Amsterdam hebben ze bedacht dat ze toeristenbelasting ook maar eens via Airbnb gaan binnenhalen. Oh ja, maar dat is leuk delen, maar daar is helemaal niks te delen aan, laten we heel eerlijk zijn. Maar het grote voordeel zit voor die crisisconsument, voor ons dus, bij het gebruiken van die diensten. Het is gewoon veel goedkoper, omdat er allerlei dingen uitgesneden worden. Bijvoorbeeld bij die taxicentrales. Ja, precies. En die komen nu ineens met hun eigen dienst in Europa. Dat je denkt, wij kunnen dat eigenlijk ook wel. Ja, dan had je het moeten doen 5 jaar geleden. Oh, die crisisconsument moet heel juist de kneutertrend noemen. Ja, de kneutertrend, ja, dat is voor iedereen, zeg. Dat is niks voor ons. Maar dat is nou, voor dat is wel wat voor jou. Nee, het is goed om met je vrouw, jawel, even lekker naar het bos. Wil je aan het bakken met je vrouw? Nee, wat? Die ben ik niet aan het bakken met mijn vrouw. Ik wil wel eens breien met mijn vrouw. Volgend jaar komt door het oog van de naald. Het gaat mij allemaal wat te snel, hoor. Ik snap er geen rug. Een beetje opletten, Jan. Je hebt niet voorbereid. Maar nee, ik heb me niet voorbereid. Hoe ben je nou voorbereid? Je merkt het wel, hè? Nou, die kneut, het schijnt dus dat we allemaal op het strand gewandelen met onze vrouw. Ook al hebben we daar geen zin in. Het nieuwe genieten, jongens. Kom op. Heb je dat gedaan? Gewoon echt. Wanneer was jouw laatste gesprek, echt gesprek, heen en weer dus met je vrouw? Hallo, wanneer was jouw laatste echte gesprek met je vrouw? Sorry. Laat Jan even. Laatste gesprek. Ja. Ja, wat versta je onder... Als je luistert. Nee, maar als je bijvoorbeeld verstaat onder de gesprek van... Het enige wat jij kan bij mij is vragen om geld. Ja. Voor de rest hoor ik jou nooit. Er is te weinig geld, er is te veel geld. Er is altijd maar, het gaat alleen maar om geld. Dat komt al in de buurt. Is dat een gesprek? Maar dat is hem nog net niet. Nee, ik kan niet vertellen. Jammer, hè. Oké, we onderbreken dit schitterende, fascinerende onderdeel even voor Casper van Veen. Die is namelijk freelance journalist. Maar eerst en vooral Korea-kenner en Korea-blogger op nieuwsuitkorea.nl, geloof het of niet. Wij bellen met Casper over Noord-Koreaanse hackers die niet met de grote leider laten solom. Jan. Hackers. Ja. Hackers, parelul. Ja, dat vind ik ook wel debiel. Een hele goede nacht, Korea-blogger Casper van der Veen. Goeienacht. Casper, nee, luister eens, dat gaan we toch niet pikken, zeker als Westen, dat die klappers daar ons Sony gezitten hekken en het bioscooppubliek bang maken. Dat kan toch helemaal niet? Nee, het is echt een vreemde keuze dat Sony die film heeft ingetrokken. Hoewel ik net heb gehoord dat de CEO van
Sony in de VS heeft gezegd dat die eraan zit te denken om het op een ander platform uit te brengen. Bijvoorbeeld door internet of zo? Ja, hij zei dat hij bijvoorbeeld YouTube als een mogelijkheid openhoudt. Maar het is in ieder geval, eerst hebben ze gezegd, we trekken die hele film terug. En nu zitten ze te kijken naar wat de mogelijkheden zijn dat het publiek die film toch nog kan zien. Hey, wat ik niet helemaal begrijp is dat we Noord-Korea dat zien we toch een beetje als een... Ja, een beetje achterlijk land. Hè? Ja, tamelijk. Maar dat is blijkbaar zitten, zien we dat verkeerd. Hè? Nee, ze kunnen toch best wel een klein stukje hacken als je het bijvraagt. Ja, ze hebben een vrij modern hackleger. Hoewel cybersecurity-deskundigen wat minder stellig zijn dan de FBI of Noord-Korea erachter zit. Maar op dit moment gaat de FBI ervan uit dat het Noord-Korea was. En Noord-Korea heeft in het verleden ook vaker cyberaanvallen uitgevoerd. Maar dan vooral op Zuid-Korea. En daar vaak toch aanzienlijke bedragen, honderden miljoenen euro's aan schade aangericht. Nou, dat is natuurlijk helemaal heel vervelend. Maar wat ik niet helemaal begrijp is dat zo'n bedrijf als Sony zo waardeloos is verdedigd. Beveiligd, ja. Beveiligd tegen dit soort types. Nou ja, goed. Ja, slecht beveiligd. En inderdaad, wij hoorden het Obama ook zeggen. Die was ook erg teleurgesteld dat Sony toen die keuze maakte om die première af te blazen en daarna de hele release. Ja, maar weet je wat ik me dan afvraag, hè? Waarom doet Sony dat nou? Omdat Korea waarschijnlijk heeft gezegd, als het dan Noord-Korea is, van ja, we weten nog veel meer. Dus zend het maar niet uit, anders laten we dat ook vrij. Maar Sony heeft zelf gezegd dat zij het hebben teruggetrokken omdat er terreurdreigingen waren op die specifieke bioscoop waar de première plaatsvond. Ja, toen gingen al die distributiemaatschappijen ook zitten mouwen dat ze ineens die film niet meer wilden uitbrengen. Het was er dus paniek, zo was het toch zo'n beetje. Maar ik wil niet heel vervelend zijn. Jan wilde helemaal niet vervelend zijn. Maar kijk, je hebt bijvoorbeeld in de islam, hè, die houden ook wel eens van een kleine aanslag hier en daar. Ja. Maar dan heb je bekeerlingen. Dan zou het zo kunnen zijn dat iemand zoals jij, die eruit ziet, zeg maar als een soort... Ja, Koreaan, moslim? Nee, je ziet eruit als een soort... Ja, hoe zie je eruit? Je ziet eruit als een soort... gestrande bouwvakker. Okay, dan zou het zo kunnen zijn dat jij dus toch wel moslim bent. En dat die dikke buik niet gewoon een dikke buik is, maar een bomgordel. Een bomgordel, hè? Ja. Maar met Noord-Koreanen is dat heel lastig, want je kan niet bekeerling worden van Noord-Korea. Want je blijft een Noord-Koreaan. Denk je dat je een Noord-Koreaanse bomman, hoe heet je, zelfmoordterrorist, makkelijk herkent bij een bioscoop? Ja, ik denk het wel. Bijvoorbeeld nou, ik vind dat ook het wel een heel denkbeeldig scenario, omdat... Ja, de mogelijkheid dat Noord-Korea een aanval pleegt op Amerikaanse bodem, dat hebben ze nog nooit eerder gedaan. Maar hallo Casper, het is wel zo dat er wordt gehackt bij Sony, daar zagen we ze er ook niet toe in staat. Neemt toch aan dat bedrijf, zeker de servers waar verdorie de nieuwe bioscoopfilm staan, wel lekker beveiligd zullen zijn. Vervolgens is Sony zo bang van de dreiging van die malle Noord-Koreanen dat ze de première uitsluiten en eigenlijk de hele release terughalen. Waar zijn ze dan bang voor als het niet is voor een Koreaanse bommengelegger? Nou, dat zei ik net al. Ik snap ook wel dat ze daar bang voor zijn. Ik zeg alleen, ja, ik acht die kansen dat Noord-Korea er echt mee doorgaat klein. Dus jij vindt Sony watjes? Nou, Noord-Korea uit heel vaak een dreigende taal en ze gaan er zelden mee door. Maar ik vind wel... Het niet zozeer watjes natuurlijk, maar het is natuurlijk ook wel zwichtend voor terreur. Het is natuurlijk wel een droevige realiteit dat de score na dit incident... Noord-Korea 1, Sony 0 is. Dat is toch eigenlijk... Obama moet dan toch ook zeggen tegen Sony van... Hé hey jongens, laat even je ballen zien. Of laat ons niet helemaal gek maken door een zootje van die graseters. Nou, zoiets heeft hij in wat meer diplomatieke bewoordingen natuurlijk ook gezegd. Ja, hij heeft ook gezegd dat internationale gemeenschappen... met name China en Rusland, de landen die er een beetje in die invloedssfeer zitten daar... Mm-hmm. dat die eens wel eens een keer wat zouden kunnen ondernemen... om dit gedoe een halt toe te roepen. Nee, dat zijn ook hele democratische landen. Ja, maar denk je dat die landen dat gaan doen? Denk je dat de internationale gemeenschap überhaupt iets gaat doen? Of is het weer, ze komen er gewoon weer mee weg? Moeilijk om te zeggen, want bijvoorbeeld de VS en China... die hebben eerder dit jaar... hun eigen opstootje met cybersecurity gehad. Toen de VS China ervan beschuldigde bij allemaal bedrijven van de VS in te breken. En het is China waar Noord-Korea volledig van afhankelijk is als het op hele internetaansluiting en internetmogelijkheden aankomt. Maar ja, China en de VS die hebben zelf ook nog wel het een en ander aan cyberdreigementen naar elkaar geuit. Wat ik niet helemaal begreep is dat op een gegeven moment was die Kim Jong-un, die was pleiten, die dikkerd. Ja, was hij nou wel pleiten of niet pleiten? Nee, hij was even pleiten. Oh.
Hij was bij mij in de pleiten. En toen kwam hij opeens terug met een stok en nu is hij weer helemaal aan het bewind. Maar toen spraken boze tongen van dat hij de pleiterik moest maken vanwege een koep. En dan niet zijn koep op zijn hoofd, wat ook grappig is over. Die zijn koep wel op zijn hoofd wil zien. Een hele rare koep. Maar een andere koep. En ook geen ijskoep. Ik bedoel, een opstand. Een opstand, ja. Ja, het is, was meer dat hij was inderdaad 40 dagen weg. Maar de mensen die spraken van een coup inderdaad, die waren er eigenlijk wel over het algemeen over eens dat Kim Jong-un al eerder aan de kant is geschoven. Oh. Het is eigenlijk een hele school analytici die eigenlijk geloven dat hij een beetje te jong was toen zijn vader overleed. En dat sindsdien de oude adviseurs van zijn vader de scepter zwaaien over Noord-Korea. En dat Kim Jong-un meer een stroomman zou zijn. Ja, of dat waar is, dat valt natuurlijk niet te controleren. Ja, hallo Casper, jij bent de Noord-Korea-deskundige. We bellen je niet om te vernemen wat dat je niet weet. Dat is nu niet, ja. Nou, dat vind ik een beetje onaardig wat je nu doet. Nou ja, maar ik probeer die wel man een is deskundige van een land wat volledig afgesloten is. Ja, dan moet je maar deskundige worden om een land waar je alles te weten kan komen. Nee, dat is te makkelijk. Die man kan toch ook niks weten, want het is een gesloten land. Nou. Het is de allerbeste deskundigheid die je kan hebben, Noord-Korea. Beter over het hoe gaat er aan toe? Ja, weet ik veel. Wat denk je? Wat is jouw beste educated guess? Kasper? Ik zeg, je moet altijd een slag om de arm houden, maar er zijn wel aanwijzingen. Kijk. Dat die adviseurs van Kim Jong-un, die mannen die altijd om hem heen lopen, toch wel aanzienlijke macht hebben. Meer macht dan je eerder zag. Eerder dit jaar vloog wat wordt gezien als de nummer 2 van het land, die vloog in het persoonlijke vliegtuig van Kim Jong-un naar Zuid-Korea. Nou, dat is nog nooit gebeurd dat iemand in Kim Jong-uns eigen vliegtuig naar Zuid-Korea vliegt. En die stond daar een beetje te zwaaien naar de mensen. Dat was tijdens de Asian Games. Dus eigenlijk is hij een lappenpop van de elite rond zijn vader. En zo, die mag geen grapjes meer over hem maken. Het is nu ook natuurlijk zo. We hadden 10 jaar geleden hadden we de film Team America. Misschien weet je het nog wel. Ja, die poppetjes. Waarin Kim Jong-il zingt I'm So Lonely en allemaal grappen toegemaakt. En toen hoorde je helemaal niks van Noord-Korea. Het verschil is nu in 2014 dat de grenzen met China, die zijn erg poreus geworden. De ene na de andere Hollywood blockbuster komt naar binnen. Veel Noord-Koreanen kijken stiekem in het land naar James Bond films. Titanic is daar erg populair. En een land als Noord-Korea kan erg bang zijn dat als zo'n film als The Interview uitkomt op DVD, dat niet alleen maar smokkelaars, maar ook Zuid-Koreaanse activisten, mensenrechten, activisten die dingen het land in proberen te smokkelen, gaan proberen om die film naar binnen te krijgen. Ik begrijp het heel goed wat je zegt. En als een gewone Noord-Koreaan die zijn hele leven een vast dieet van propaganda heeft gekregen, en die ziet ineens Kim Jong-un's hoofd daar ontploffen, ja, dat is natuurlijk, daar is het regime wel bang voor wat daar de consequenties van kunnen zijn. Begrijp ik, Casper. De mythe wordt er echt ingedrild. Kijk, en dan wil ik toch eventjes dat Jan even zijn excuus aanbiedt. Want hij zei net van, ja, je weet er helemaal niks van. Maar je weet bijvoorbeeld dat Titanic heel erg populair is in Noord-Korea. Ja, dat weet niet iedereen, die hè? Die zag ik niet aankomen. Dat weet niet iedereen. Mijn complimenten, Casper. Excuses ook. Ja. Ik heb je tekort gedaan. Lelijk tekort gedaan. Maar nog één vraag. Nee. Half jaar geleden op daaromtrend. Leek het alsof de twee Korea's een beetje, ook wel misschien wel omdat die Oen opzij gezet was door die elite, wat toenadering te zoeken. Nee, Oen. Oen. Nee, Oen. Kim Jong-il. Nee, Oen. Nee, Oen nu. Nee, maar Il is doos. Het is een heel vermoeiend spelletje, is dat altijd. Oen. Maar nu is nou wel of er geen toenadering en is de hereniging verder dan ooit of dichterbij dan ooit? Of eigenlijk, hoe zit het nou tussen die twee? Nee, dat vind ik veel te grote vraag. Nou, voorlopig zie ik dat niet snel gebeuren. Nou, het is over het algemeen, Noord-Korea speelt dan altijd een heel eentonig hetzelfde spelletje. Ze uiten wat dreigementen naar Zuid-Korea. Soms schieten ze nog een beetje langs die grens. Ja, vervolgens zoeken ze weer toenadering en als Zuid-Korea dan weer iets van noodhulp of voedsel geeft, dan komt de dreigende taal weer. Dan dreigen ze Zuid-Korea weer in een vlammenzee te veranderen. Ja, het woord vlammenzee gebruiken ze al 4 decennia. En dat mooie woord ook, vind ik hoor, vlammenzee. Ja? Het lijkt me een goed dreigend woord. Verander jou in een vlammenzee. Het is erg moeilijk om mee om te gaan met het hele kat-en-muisspel wat de hele tijd plaatsvindt. Ah, je hebt gelijk ook. Casper van der Veen, Korea-blogger, mag je hartelijk danken voor deze uitleg. Ja, dankjewel. Wat vond jij trouwens van Titanic? Vond het eigenlijk een kutfilm? Echt, als waardeloze film. Maar het enige wat ik wel grappig vond, was dat ze lagen te naaien in die koets.
En dat was dat raampje beslagen, weet je wel. Ja. En dan deed zij haar hand zo glijdend naar beneden. Dat vond ik wel een leuk moment. Een soort seksie. Nou, iemand die een aantal Noord-Koreaanse films heeft moeten zien, denk ik dat de mensen daar vergeleken met dat erg spannend vinden. Misschien moet je een filmavondje geven voor belangstellenden een keer. Nou, weet je wat ik ook wel fijn vond? Dat die Leonardo DiCaprio op een gegeven moment wegzonk in het koude water. Zo. Dat is dat gezeik ook afgelopen met een gejank. Wat dan, jankmel, hoor. Maar kennelijk zijn Noord-Koreaanse films nog erger dan Titanic. Nou, prima. Kasper van der Veen, dag, dag. Dankjewel. Oké, dag. Ach, oh, godverdomme. Ik had al wel vaker gevraagd om niet mee op te houden, stel dat je kleren bij kabouters. Hey, nu gaat iedereen roepen dat we van de radio af moeten, dat we vreselijk zijn en dat jij voornamelijk heel erg lelijk bent, zo Jan. Wil je nou weer lelijk? Wat is het nou weer verhaal? Ja, dat vindt die meneer dan, maar die willen allemaal dat we ze nu op gaan bellen. Lekker belangrijk dat de meneer van mij vindt, ik bedoel. Nee, maar dat, we gaan jullie niet bellen. We hebben die paardenlul van Jos Verson opgebeld en dan houden we het ook. Ho, we hadden beloofd dat we meneer Verson geen paardenlul meer zouden noemen. Oh. Even sorry zeg. Sorry, Jos. Is er misschien nog een andere paardenlul die even een naam wil noemen? Het stikt die van de paardenlullen, maar ik heb gewoon... Nu gaat iedereen zijn best doen dat we ze gaan bellen. Nou, dat gaan we niet. Eenmaal. Nou, we praten gewoon wel even verder doen, met onze hoofdgasten van vanavond. Richard en Lieke Lemp. Of Lem, is het eigenlijk. Maar ja, dan staat eigenlijk die B voor... Ah, goed, ja, in ieder geval over de trends en de ontwikkelingen. Voor 2015, wat laten we wel zijn, Jan? Oud en nieuw is dat voor de deur. Nee, dat is 2015 voor je het, weet je wel. Politieke trends. Deze mensen schijnen te denken, als ik het goed begrepen heb, dat nou Rutte en Samsom elkaar nog in een doodsbegreep blijven houden het hele jaar 2015. Wij hopen bij God van niet, maar voorspellen ze aan het eind heen. Hoe gaat het verder met onze prachtig kabinet? Nou ja, het heeft PvdA niet echt heel veel opgeleverd natuurlijk de laatste keer dat ze het zaakje lieten donderen. En dat betaal je uiteindelijk natuurlijk. Dus er moet echt heel veel gebeuren. Maar het leuke is nu ook weer, ik weet niet of je dat een beetje meegegeven, CDA nu zegt van nou... De aangepaste zorgwet, daar willen wij best wel mee gaan stemmen eigenlijk. Er moet wel tegenover komen te staan. Maar er worden er weer een paar mensen van het PvdA buitenspel gezet. Nou, zullen we even vragen aan Mona Keijzer? Die bellen we ook nog even. Ja, dat is goed dat hij gelijk even naar actueel op kan reageren. Nee, maar het moet echt heel erg worden voordat die twee elkaar loslaten. Nee, ze hebben niet waar, joh. Nee, joh. Nee, dat zie je echt verkeerd, volgens mij ook. Wij voorspellen toch... Je ziet het echt verkeerd. Kijk, straks als we de verkiezingen hebben gehad voor Provinciale Staten... en daarmee de Eerste Kamer... dan kan natuurlijk een rare blokkade op gaan treden. Nee, joh, je ziet het echt helemaal verkeerd. Nee, vind ik toch jammer. Nee, maar je verwacht toch dat je wat kennis in huis haalt. Ik las het vanmorgen ook. Ik denk ook... En dat er dan twee lems, komen. Lems, maar dit is echt heel slecht. Dit is echt, je hebt er gewoon niet zoveel kaas van gegeten, hè, van dit onderwerp. Klopt, Jan. Nee. Kijk, wij moeten ook zullen een beetje zullen we politiek dan zijn? Overstappen? Want dit is een beetje... Nee, maar het is echt heel treurig. Ja, jij loopt daar ook veel rond natuurlijk. Nee, maar kijk, luister. Ja, zelfs nou, ik weet dat, weet de je de VVD wel. Gaat dit laten klappen voor 18 maart... voor die Provinciale Statenverkiezingen op een... rechtsonderwerp, omdat dit het onderwerp eigenlijk gewoon was niet liberaal en was eigenlijk een goed onderwerp voor de VVD. Maar de VVD gaat het laten klappen. Nee, dat schreef je van de week ook al. Dit is al klaar. Dus dat is er zo. Maar volgende keer als ik iets schrijf, kan je het ook gewoon overnemen. Dan, zo van wat Jan zei. Nou ja, dan sta je misschien wel een soort van in je gelijk op een gegeven moment. Maar ja, is goed. Ja. Ik haal hem erin. Ja. Jij zit echt een beetje te zoeken naar een nieuw baantje of zo voor volgend jaar. Ik? Vanwege dat Po-nieuws wat... Nee hoor, ik heb gewoon nog... gewoon inzicht. Ik heb gewoon al jaren geld voor de boeg. Ja, nee, dat snap ik. Maar, ik hoef niet elk jaar met mijn vinger in mijn mond en dan in de lucht en te kijken. Nou, weet je wat de nieuwe trends zijn? En elk jaar weer excuses aanbieden dat jij het je nek hebt gehouden. Hey. Wat denk je nou? Hoeveel journalisten hier in onze oude trendsverwachtingen zitten te ploegen... om iets te vinden wat niet klopt? Nou... Dat kan je vast één ding vertellen, dat heb ik niet gedaan. Nou, dat is jammer, Jan, maar had je ook weinig opgeleverd. Had je niet zo opgeleverd. Nou, zie je wel, ik ben heel efficiënt denkend iemand. Ja, dat is waar. Hé, luister, zelfredzaamheid wordt samenredzaamheid. Ja. Heb je er weer een, Jan? Samenredzaamheid. Ja, Jan, niet voor jezelf. En dit gaat over de participatiemaatschappij die nu dit jaar, volgend jaar, moet ik zeggen, echt van start gaat. Maar niet zoals opgelegd geven jullie is. Richard en Lieke Lamb, die gaan uitleggen hoe dat zit. Nou, dat gaat niet volgend jaar van start. Dat is natuurlijk al een tijdje van start aan het gaan. Dat trends zijn langlopend, dus die zijn per definitie duurt het een tijd. Ja. Maar het wordt opgelegd en dat is iets wat mensen dat niet willen. Dom, dat is heel erg dom geweest natuurlijk. Dus ja, je mensen gaan de samen... De zelfredzaamheid wordt ons door de overheid, de terugtrekkende overheid, opgelegd. Ja, en dat pikken de mensen niet. Nee. Hoe moet het wel? Mensen zouden dat eigenlijk uit eigen beweging, op eigen initiatief moeten doen... met steun vanuit de overheid. Okay. En nu wordt het een soort zij tegen wij. En hoe zouden we die mensen moeten motiveren om dat te doen? En waarom moeten ze het eigenlijk doen?
Ze moesten het doen omdat het natuurlijk gewoon veel te weinig geld is. Dat is simpels dat. Wat was de tweede vraag? Nee, kijk, wat je zag. Hoe zou je ze kunnen motiveren uit zichzelf te doen? Dat was dus niet door tijdens de troonrede vorig jaar te zeggen we gaan beginnen met die participatiemaatschappij. Dit jaar zat er ook helemaal niets in de troonrede. Die was vlakker dan vlak. Daar konden we ook helemaal niks van vinden met z'n allen. Want er zat gewoon helemaal niks in. Dus daar hebben ze in ieder geval heel goed van geleerd. En wat je nu ziet is mensen gewoon wettelijk gedwongen worden om zijn participatiemaatschappij te doen door allerlei kosten en belastingen en toestanden en zo in te regelen. Dat je op een gegeven moment denkt van ja, ik zal het dan toch maar zelf moeten gaan doen. Zit alles op. Dus ja. En dan denk je dat je het zelf bedacht hebt, weet je wel. Oh, op die manier. Ja. Dus indirecte dwang. En dan denk je bij jezelf, oh, ik heb nou zo'n goed idee, ik ga het zelf je kan beter, je kan beter faciliteren, want het is op bepaalde punten nog heel moeilijk om zelfredzaam te zijn, omdat dat helemaal niet mag. Want dan zit je aan allemaal wetgevingjes vast. Als ik bijvoorbeeld op de kinderen van de buren wil passen of wat dan ook. Ja. Toevallig dan niet op de kinderen van de buren graag. Oh, sorry. Goed. Hebben jullie nou ook een soort van Basje en Adriaan act ervan gemaakt? Nee, dankjewel. Nee, maar omdat je natuurlijk... nee, wij zijn eerlijk, Jan. Nee, jij kent natuurlijk... dat misschien niet, maar... Nou, ik ken het wel, maar het lijkt wel... Nee, we bereiden ook nooit iets voor samen. Echt niet? Nee. Nou, ik zou volgende keer gewoon wel doen. Ja, dat is goed. Jammer. Ja, vooral de humor even politiek. Nee, maar laten we even die politieke trends... Ja, concentratie. Kijk, waar gaan we heen met het land? Kijk, je ziet dat de PVV steeds verder stijgt. Dat is ook niet zo gek. Omdat dat een partij is... ik pak even je, Maurice de Hond erbij, jongens. Als je ontevreden bent, dan heb je daar wel, kan je daar wel terug vinden. Dat is toch een ontevreden mensenpartij. Tuurlijk. Maar het komt natuurlijk ook bijvoorbeeld met een gedoe, met zo'n man die dan 13 mensen neerrijdt. En dan zegt ze, ja, hij is een beetje in de war. Ja. Oh ja, en hij riep Allahu Akbar. En dat had je natuurlijk in Sydney ook bedoeld, de problemen om te... Mensen zijn niet achterlijk. En je hebt transparantie gekregen door internet. Hè. Dat is nog niet opgevallen misschien, maar afgelopen decennia zijn consumenten en bedrijven gewoon hartstikke wereldwijs geworden. Oh ja. En ze laten zich niet meer door een columnist in een links- of een rechtse krant een hoekje in kletsen. Ze kunnen zelf nadenken. En overal waar dus geen duidelijkheid is, geen eerlijkheid. Nu met de hele zorg, of hoe noem je dat, de overdracht naar de... naar de gemeente toe. Oh, die, ja. Dat snapt iedereen natuurlijk wel, dat een zorgsmoes is. Maar dat wordt bijna nergens gezegd. Dat is raar. Want iedereen weet het ondertussen natuurlijk prima. En iedereen loopt er omheen te kletsen vanuit een gemeente en vanuit een overheid. En dat is dus niet handig. Je kan beter gewoon eerlijk zeggen, jongens, geld is op. We moeten het anders gaan doen. Als jullie het beter weten, dan moet je het vooral zeggen. En anders dan moet je gewoon meelopen. Maar dat die spanningen natuurlijk voor meer stemmers die kant op gaan zorgen, daar hoef je geen trend voor te zijn. Want er voorspellen een paar van dit soort incidenten. En je hebt hele volkstammen die natuurlijk toch in oproer komen. Wat dat betreft is de mensen al die jaren weinig veranderd. Nee, dat is wel zo. Maar het gaat er me eigenlijk meer om dat... Wat Richard ook net zei, dat je hebt veel meer, dat het volk heeft veel meer in de gaten. Ja. Vroeger waren de hoge heren aan Den Haag. Ja, en tegenwoordig denk je van, hoor eens even, maar nu worden we genaaid. Dat zal ook die participatiemaatschappij waar je het over hebt, zal op politiek niveau ook wat zijn. Dus ik voorzie bijvoorbeeld, maar misschien... Zeg het maar, je bent er nou toch. Ik voorzie meer revolte onder de bevolking. Kan, maar dat gaat niet hard genoeg. Afkeer van de overheid in ieder geval. Ja. Dat sowieso, maar dat is die samenredzaamheid ook. Ja. Van, we doen het zelf wel en we horen wel hoe die overheid met ons meeloopt straks. Ja, nee, hebben al een tijdje geleden, eigenlijk is het al een tijdje geleden geweest, de hele breuk met de politiek, ook de breuk met de grote bedrijven, verzekeringen, banken, et cetera. We noemen dat een soort revolutie, wat je vroeger tegen de kasteelheren had, heb je nu tegen de hoge heren gehad en we zoeken het zelf uit. En dat is een groot verschil met België. Dan gaan ze gewoon staken en staken en staken. En dan zijn die vakbonden dergelijke nog heel erg sterk. Hier lachen we natuurlijk een beetje om de vakbonden. Laten we heel eerlijk zijn. Ja. Want daar verwachten we ook niet zo heel veel meer van. Dus we gaan gewoon ons eigen ding doen. Nee, is wel zo. Maar er komt op een gegeven moment ook het idee dat je denkt van... ja, waar betaal ik nou al het geld voor? Ja. Nee, ja goed, kijk, ik ben zeiken op een verjaardag, dat doen we al... kan iedereen, dat is makkelijk. Dat kan iedereen. Maar er komt het moment dat je ook zegt van, ja weet je, we hebben nu een samenleving gekregen waar we gezin in hebben. We betalen steeds meer en dan krijgen we steeds minder. Joh, zoek het gewoon lekker uit, joh. Tuurlijk. Ja. Tijd voor nieuwe verkiezingen. Ja. Maar denk je niet dat er echt een revolte komt? Dat is heel raar. Waarom zou die nog niet gekomen zijn? Want die had eigenlijk al lang plaats moeten vinden tussen 2008 en nu eigenlijk. Dat is raar. Ja, maar je merkt toch wel dat het steeds broeieriger wordt. Nee, komt niet in dat opzicht, hè, wat je wel ziet tussen bevolkingsgroepen. En dat wordt natuurlijk door media en door politiek opgestookt. Daar kan je op wachten, en tussen generaties.
Dat, daar komt het echt... Media en politiek. Nou, maar wees eens wat concreter, weet je. Nou ja, als je nu ziet, ouderen, die zijn gemiddeld 18% omhoog gegaan sinds 2008 volgens mij. En de echt jongeren, vanaf 25 tot 40 of zo, die zijn ongeveer 95% van hun vermogen kwijtgeraakt sinds 2008. Okay, dus je zegt, ik geloof tussen jong en oud zitten vooral op het gebied van geld en, en financiële onrechtvaardigheid. Je noemde ook tussen bevolkingsgroepen, heb je het ook over etnische bevolkingsgroepen die elkaar in de haren gaan vliegen? Hoe ziet dat eruit? Daar zijn ze ook als de dood voor natuurlijk bij de inlichtingendiensten en dergelijke. Want zag je destijds al, hè, toen de rellen in Londen waren, zomaar uit het niks eigenlijk. Maar vooral daarvoor ook in Parijs, in al die wijken. En de grootste angst was natuurlijk dat het via internet heel snel naar andere Europese steden zou overslaan. En dat is wat echt in de lucht hangt nu. En daar speelt natuurlijk PVV en anderen spelen daar gewoon op in. Ze zitten bijna te wachten inderdaad tot zoiets gebeurt. Ja, dus dat is ook wat we opgeschreven hebben voor het komende jaar. De kans is heel erg groot dat zoiets gaat gebeuren. Maar het is toch meer de boodschapper die je dan onthoofd? Ik bedoel, de PVV, het hoeft ook niet zinnig media, te zijn, zeg maar, maar het kan wel gebeuren. Ja, maar het is gewoon zo dat het in die wijken broeit en dat daar gewoon veel tuig woont. En die gewoon ook zin hebben om continu hun kont tegen de krib in te gooien. Mensen die dan dat benoemen, daar ligt het probleem dan toch niet? Nee, okay, nee, maar die worden natuurlijk wel op aangekeken. En je ziet nu natuurlijk ook dat derde, vierde generatie die gaan naar IS toe. Dat ik ook denk van, nou, hoe groot is jouw binding eigenlijk? Nou, een binding met het geloof is ietsje groter dan binding met het vaderland. Ja, blijkbaar. Tenminste, als we dit al vaderland noemen. Ja. Dat is gewoon wat het is. Nee, maar dan weet je dus wel waar je naartoe gaat. Hoe bedoel je? Gezelliger op. Nee, het wordt er niet echt gezelliger op. Ah ja, we gaan eventjes naar... We weten wel waar we wel naartoe gaan. Ja, zeker. Dat is het nieuws van 1 uur. Want er is vast veel belangwekkends te vertellen aan de mensen. Ik wel. Nou, in ieder geval straks terug met Richard en Lieke Lem bij Echte Janne. Nu het nieuws van 1 uur. Tot zo. Het is 1 uur. Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In de Franse stad Dijon is een automobilist doelbewust ingereden op voetgangers. Dat gebeurde op 5 plaatsen in de stad, waarbij in totaal 11 mensen gewond zijn geraakt. 2 van hen zijn er slecht aan toe, maar er zou niemand in levensgevaar zijn. De dader is volgens Franse media een verwarde man die Allah is groot riep toen hij op de voetgangers inreed. De man is aangehouden, maar de Franse autoriteiten laten zich niet uit over zijn motieven. Premier Valls heeft zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. Zaterdag was er in de stad Tours ook een incident. Een man die Allah is groot riep, stak 2 agenten neer met een mes, waarna de Franse politie hem doodschoot. De veiligheidscontroles op het vliegveld van Frankfurt laten ernstig te wensen over. Dat schrijft de Europese Unie in een geheim rapport dat in handen is van de Duitse krant Bild am Sonntag. Volgens de krant slaagden undercover controleurs er in de helft van de gevallen in om wapens of andere gevaarlijke voorwerpen door de handbagagecontroles te krijgen. Het personeel zou niet goed weten hoe het de beelden van de röntgenapparatuur moet interpreteren. Volgens het vliegveld krijgen alle medewerkers nu bijscholing. Ook op een aantal andere Europese luchthavens zouden de controles niet goed zijn, maar welke dat zijn is niet duidelijk. Gemeenten gaan heel verschillend om met aanvragen voor schuldsanering. Dat meldt het programma Reporter Radio op basis van een onderzoek van de Vereniging voor Schuldhulpverlening, NVVK. Mensen met veel schulden kunnen hulp krijgen van de gemeente, maar daar worden uiteenlopende eisen voor gehanteerd. Zo moeten huiseigenaren soms hun woning verkopen, terwijl in andere gemeenten juist wordt ingezet op behoud van het huis. Dezelfde persoon kan zo in de ene gemeente wel en in de andere geen hulp krijgen. Als mensen geen gehoor krijgen bij de gemeente, kunnen ze naar de rechter stappen, maar ook daar heerst volgens de NVVK willekeur. Het weer. Het is bewolkt en soms valt wat motregen. Het is vannacht 7 tot 10 graden. De komende dagen blijft het stevig waaien. Het regent geregeld en de temperatuur loopt op naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij de Echte Janne, de radio van Pound. En ik ben dus Jan Roos. En ik ben Jan Heemskerk, beeldje heb je op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is echtejanne en je kunt bellen. Ik mag vandaag ook weer gewoon met de echtejanne voicemail op 06-3000-9009. Maar je weet het, je boodschap verdwijnt in het grote niks. Dus als je hem kwijt wil, ga gerust je gang. We praten nog even verder met Lieke en Richard Lam. Die gaan uitleggen hoe je zelf trends kunt voorspellen in de veiligheid van je eigen woning. Jan? Ja, nou dat doen we straks wel. We gaan eerst eventjes verder over onze samenleving. De samenleving is ontwricht, zegt men. De multiculturele samenleving is mislukt. Ja. Gaan wij ook naar een failliete, mislukte samenleving toe? Of zit er nog ergens iets in dat we kunnen zeggen van nou, er komt nog iets moois aan?
Ja, ik ga niet het positieve voorstellen dan het is natuurlijk. Want dat is wel wat je heel veel ziet natuurlijk. Want we gaan toch met z'n allen proberen om de multiculturele samenleving te laten leven. Ik bedoel, het idioot felle debat over Zwarte Piet is natuurlijk niet het debat over Zwarte Piet geweest, maar wat er uiteindelijk achter zit. En dat is heel raar dat dat niet goed geadresseerd is afgelopen jaar. Want ik kom natuurlijk ontzettend veel bij bedrijven en overheden. Er wordt gewoon keihard gediscrimineerd. En dat hoor je bijna nergens. Je ziet die jongens en meiden die goede opleidingen hebben. Die gaan uiteindelijk gewoon hun eigen bedrijf beginnen. Omdat ze dan weten dat ze in ieder geval dan zelf hun carrière kunnen uitstippelen. En kunnen doen en laten wat ze willen. Maar en dat zijn de enkelingen die het dus echt goed voor elkaar hebben. Maar de meesten die denken, ja, ik kom niet aan de bak. Nou ja, maar worden ze ook keihard gediscrimineerd? Ja, behoorlijk, ja. Ik was vorige week met Atla Uzlu, de topman van Corendon Travel in Turkije. En die zei op een gegeven moment, wat mij zo verbaast, is dat er in grote bedrijven eigenlijk nauwelijks leden in de raad van bestuur van andere komafzitten dan de Nederlands. Ja. Hij zegt, en verder prima, als het de goede mensen daar zitten. Maar hij zegt, maar ik snap het niet. Want je wilt uiteindelijk ook heel plat spullen verkopen aan mensen met een andere culturele achtergrond. En misschien is het dan wel handig als je er een paar aan boord hebt die het ook begrijpen. Ja. Hoe die mensen in elkaar zitten, hoe die cultuur werkt. En ik moet zeggen, dat vond ik wel een prettig, seculier argument. Eigenlijk gewoon zaken doen. Het is gewoon handig om te zorgen En toch stoot het tegen de borst. Ik moet zelf zeggen dat ik zelf even moest wennen aan de Arabische chocoladeletters bij de Hema. En alle halal spullen bij de Albert Heijn. En dat is heel raar. Ja, dat even wennen. Nou, aan wennen. God, het zal me verder worst zijn. Nee, chocolade. Leuk. Nou, dat is een ram, hè, worst. Zo jammer. Maar wat je bij gemeenten bijvoorbeeld ziet, is dat daar is een regel van juist. Dus je moet een afspiegeling zijn van de gemeente waar je voor werkt. Hè, dus de gemeente als organisatie. En dan zeggen, ik heb het een paar keer meegemaakt, bijvoorbeeld de financiële afdeling zegt, ja, maar wij niet. Hè, want wij zijn toch niet op straat. Wij zitten gewoon hier binnen die gemeentelijke organisatie. Wij willen gewoon lekker met elkaar blijven. Want we willen niet dat het sfeertje, het cultuurtje op onze afdeling verandert. Zo simpel ligt het overal. Dan zou je een punt voor kunnen maken om te zeggen, nou goed, als dan blijkbaar de samenwerking iets op begint te leveren, al is het maar geld in eerste instantie, dan dat is vaak een krachtige katalysator om dan maar over. Maar dan moet je het wel een kans geven om te beginnen, inderdaad. Maar weet je wat ik vaak vind met de gil van discriminatie? Mm-hmm. Ik had vroeger bij een jongetje in de klas zitten, was een donker jongetje. Het is een etterpuis, die jongen niet te geloven. Ja. En als je eruit werd gestuurd, schilder die. Ja, dat komt omdat ik zwart ben. Ja, dat is jammer. Wat is nou precies die discriminatie, weet je wel? Ik begrijp dat er heel veel bedrijven zeggen van, ik ga helemaal geen Marokkaanse jongens aannemen. Ik bedoel, 60% van de Marokkaanse jongens geregistreerd is bij justitie. Dan moet je de goede mensen zien te vinden, natuurlijk. Nou, dat is jouw probleem als baas. Ja, dat is dus de goede kiwi in een bakrot fruit zoeken. Dus nou ja, daar begrijp dat je daar geen trek in hebt. Snap ik wel. Dat is, dan kan je zeggen, ja, maar dat komt discriminatie. Of misschien platte realiteit. Dat je sneller in de problemen komt met die groep. Het is een feit dat ondernemers en managers ook van grote bedrijven, die zijn heel pragmatisch inderdaad. En die hebben vaak zoiets van, ik ga nergens mijn vingers aan branden als het niet nodig is. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat je dan dus ook maar oké moet vinden. Nee, maar ik zeg niet dat discriminatie wordt altijd heel erg. Ja, maar als je het hebt over aannemen en bedrijven en bazen, de helft weet niet eens of het een Turk of een Marokkaan is, want dat onderscheid maken ze niet eens. Het is natuurlijk wel een hele hoop. Toch wel discriminatie daarin. Het zijn twee kanten van hetzelfde spiegel. Ja. De ene kant is het toch ook zo dat het vaak niet voor niets is. Wat de reputatie van een bepaalde bevolkingsgroep heeft. Dat is ook waar. Ook niet voor niks. Dat is ook, dus die heb je dan eerlijk zelf verdiend. Dan moet je niet gek opkijken dat de maatschappij je daar bijvoorbeeld of vervolgens op aankijkt. Aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat je zegt, ja, je moet het op een gegeven moment wel doorbreken. Maar welke kans zie je het? Vooral alsnog zien wij het vooral radicaliseren in alle opzichten. Ja, je ziet de racisme-discussie radicaliseren. Je ziet, ja, is niet leuk, maar klopt wel. En dat is een beetje. Is dat te keren? Is het al snel te keren? Of zie je de vooralsnog situatie eerder verslechteren of verbeteren? Nou ja, als je even vereenvoudigt, tenminste voor zover er een vereenvoudiging is, als je kijkt naar het aantal vrouwen overal op allerlei plekken, wat een gedoe dat al is om voor elkaar te krijgen, dan is die kans niet heel erg groot natuurlijk dat je dat met allochtonen en dergelijke handiger kan regelen. Ik denk dat het alleen maar ernstiger wordt. Ik denk dat we een situatie krijgen dat het grootstedelijke voor de allochtonen is en de rest voor de autochtonen. En dat er gewoon steeds minder samenwerking zal plaatsvinden. Ja, wat je daarbij ook ziet, en dat speelt ook echt sterk mee, de vergrijzing die eraan komt met een piek op 2035. Wij zeggen, er zit een generation exit onder van hoogopgeleide mensen. Vooral autochtone Nederlandse mensen die aan het werk zijn. Die moeten straks voor twee mensen buiten hun gezin financieel gaan zorgen. Als het zo doorgaat zoals het nu is. Nou, als je heel rationeel nadenkt, dan ben je dus weg uit Nederland. En dan denk je, ja, ik ga hier niet blijven zitten om dat te doen. Dus dan ga je of fiscaal weg of je gaat echt weg. Nou, stel je voor dat dat echt gebeurt. En wij leggen dit dus continu voor aan de politieke partijen in Den Haag ook. We hebben iedere keer dat je voor die fracties wordt uitgenodigd.
En niemand hoor je over dit soort dingen. Want dit is niet op te lossen nu. Maar als je je dat voorstelt, dat is hoogopgeleide werkende generatie weggaat uit Nederland. Wat hou je dan over? Een heleboel senioren en mensen met een lagere opleiding. Nou, dan kan je een beetje voorstellen hoe Nederland eruit gaat zien. Ja, maar ja, goed. Ik begrijp dat al jaren niet dat daar op vergrijzing goed wordt geanticipeerd. Maar dat is een enorme kans ook in. Ja, maar niet alleen dat. Kijk, als je natuurlijk ook ziet dat het probleem van onze economie is de luchtbel. Dat is namelijk de leningstructuur. En al die huizen waar hypotheken voor 6 ton zijn op zitten, die zijn straks 3 ton waard. Dat stikt straks van de huizen en niet van de mensen die ze kunnen kopen. Ja. Dus een vraag- en aanbodsysteem klapt helemaal in elkaar over 15, 20 jaar. Ja. Klopt. Nee, wij gaven destijds, in 2008 hebben we zitten rekenen dat die huisprijs 30% omlaag zouden gaan. Nou, je wil niet weten wat je dan over je heen krijgt van de makelaars en de banken en noem maar op. Dat is niet vriendelijk. Maar ja, als het zo is, dan is het zo. Je hoeft het er niet mee eens te zijn. En dan zie je dus inderdaad hoeveel er verdampt is nu al deze afgelopen jaren. En we zijn er nog niet. Dat kan je wel denken dat je klaar bent nu en dat we aan het uitdallen zijn volgens de banken. Maar zo werkt het niet. Maar ja, het gevoel dat het alsmaar slechter wordt en minder, dat ja, jammer, is ook wel op zijn plek. Ja. Ja, tuurlijk, als je reëel bent wel. Tuurlijk. Ja. We hebben een enorm mooie bubbel gehad, hè, met zorg en onderwijs. Dat is allemaal dik voor elkaar en pensioenen. En nu moet je gewoon, als je straks terugkijkt over 30 jaar, dan zie je inderdaad dat het daarna eigenlijk alleen maar minder werd. Je ziet dus eigenlijk twee tegengestelde tendensen. Iedereen wordt steeds bozer en komt steeds meer voor zichzelf op. En je hebt het over een soort samenwerkzaamheid die als enige oplossing zou gelden voor. Ja, je zal het samen moeten. Als hele praktische oplossing, inderdaad. Van, hè, voor de korte termijn, van, ja, kan we beter zelf regelen. En zorgen bijvoorbeeld dat je vrienden en je familieleden, dat die allemaal werk hebben. Als je zo'n omgeving voor jezelf creëert, hè, dat is op zich al heel handig. Want als je in een omgeving zit met allemaal werklozen om je heen, ja, dat is waarschijnlijk voor jezelf ook niet erg lekker. Dus dan zie je dat mensen het op die manier gaan regelen. En dus niet naar een UWV of zo toe gaan van regel het voor mij. Maar dat ze dat zelf gaan organiseren. Maar je ziet dat Nederland wel bezig is om natuurlijk hoop te scheppen voor de toekomst. We zitten heel erg in die ondernemershoek, in de innovatiehoek. En daar zie je dat op het moment een heleboel gedaan wordt om start-ups naar Nederland te krijgen, om bedrijven naar Nederland te krijgen, om hier ook jong ondernemerschap te stimuleren. Want van jonge ondernemers worden we wat weerbaarder met z'n allen? Is dat het gevoel wat je hebt? Dat we wat minder jankerig en iemand iedereen. Ja, dat zal op den duur komen. Want we zijn natuurlijk inderdaad die rubbertegelgeneratie, zoals dat dan heet. Hè? En voor alles gaan we huilend naar de overheid en die moet het oplossen en doen. En nu leren we langzamerhand dingen zelf op te lossen, inderdaad. Je zag zeg maar na 2008 dat er ongeveer 2 jaar heeft het geduurd in Nederland voordat mensen zoiets hadden van, hey, dit is serieuze business. Het gaat echt niet meer worden zoals het was. Terwijl in de Verenigde Staten hadden ze toen gelijk zoiets van, hey, we moeten hier doorheen en behind the crisis en noem maar op, gelijk doorpakken. En hier in Nederland hebben we eigenlijk te wachten, zo van het waait wel over. Die stadia, hè? Ontkenning, woede en nu is er een soort acceptatie. Ja, maar dat kan je ook een beetje sneller doen. Ja, ja, maar daar hebben we dus niet zo goed. Nee, maar luister, daar zijn we slecht in. Jan, je zit een beetje in te kakken. Nou ja, weet je, het is gewoon allemaal, het is allemaal zo klaar als een klontje. Mm-hmm. We hebben natuurlijk een soort zorgstaat hier opgebouwd, wat totaal wel gefinancierd wordt door het gas uit Groningen. Ja. Daar hebben we een soort sociaal-democratische utopia opgebouwd. Met de armen open voor de rest van de hele wereld. Die mag hier ook even lekker gezellig uit die ruif komen kanen. En de ruif is nu leeg. En het gas is op. En we hebben niet zoals in Noorwegen de boel op de bank gezet, maar gewoon lekker opgemaakt aan sociaal gedrag. En nu zitten we bij het probleem dat we nog steeds moeten betalen, maar dat de overheid niet meer kan leven. Ja. Het is te druk geworden. Nee, weet je wat we hebben toch veel mensen zitten vast aan een uitkering. Te weinig mensen werken nog. En dan, als dan een paar start-ups met Nelly Kroes aan het hoofd onze economie moet komen redden, dan gaat niet werken. Nee. En die bedrijven, die komen hier alleen maar naartoe als we ze fiscaal ongelooflijke bodemprijzen aan gaan bieden. Want anders komen ze niet, omdat de arbeid hier te duur is. Dus ja, weet je. En dat ga je niet zomaar veranderen. Nee, dus maar weet je wat zo jammer is? Er zitten wetenschappers bij TU Delft en overal. Die kunnen complete sectoren doorrekenen, hè, simulaties draaien. En kunnen jaren vooruit kijken. En die worden niet serieus genomen door de politiek. Want die zijn alleen maar met koehandel bezig. Maar je kan echt uitrekenen welke kant het opgaat en aan welke touwtjes je kan trekken om het de goede kant op te laten gaan. Maar en dat is jammer. Het punt is toch een beetje dat de politiek ooit in het leven is geroepen om zeg maar de vergezichten, de visies uit te werken. Ja. En ja, voor ons zeg maar gaan uitwerken van ja, daar gaan we heen. Dat is de stip aan de horizon. Nou, als je ziet dat in elk weldenkend land
in een crisis er hervormd wordt. En bij ons wordt er bezuinigd. Nou ja, als je ziet in Duitsland, hè, wat ze met de energiewende hebben gedaan. Van jongens, we gaan die kant op. En Siemens en alle andere bedrijven. Je gaat gewoon die kant op. We gaan je geen centen erbij leveren. Maar dit is de richting die wij met z'n allen volhouden. Moet je eens kijken hoe snel die bedrijven daar omgeschakeld zijn. We waren toevallig voor ze bezig ook. En dan zie je, kernenergie was natuurlijk de grote afdeling. En alternatieve energie was het lachertje van het bedrijf. Binnen een paar maanden was het omgekeerd. Want er zou gewoon niets meer verdiend worden met kernenergie. Maar en dan is de richting duidelijk. En dat soort keuzes worden in Nederland niet gemaakt. Heel simpel. Polder hier alles dood. Ja, ja, want er verandert dus geen kloten. En dat vind ik nogal het nare. Maar bijvoorbeeld in elk facet, hoor, op economisch niveau, maar ook gewoon qua politieke visie, maar ook de multiculturele samenleving, het moeilijke gedoe om bijvoorbeeld een probleem als die haat in de islam, overal wordt maar omheen geluld, wordt wat geld ingestoken, pappen nat houden en uiteindelijk verandert er geen moer. En dat zie je gewoon in alles terug. Ja, zijn ze goed in wat radicalere keuzes? Ja, maar dat is omdat iedereen alleen maar zijn eigen hachje zit te denken. Een politieke partij. Dat is bij sommige ook wel moeilijk. Want als je radicale keuzes maakt, dan heb je ook kans dat de boel escaleert. En zolang als je het zoet weet te sussen, heb je nog hoop dat het met een zus afloopt. Nee, dat is... Weet je, je moet niet dat de juiste keuze is. Je moet oppassen is, dat je niet te cynisch wordt. Maar het punt is natuurlijk dat er is geen houden meer aan. Er is geen redden aan dit land. Is geen redden meer aan. Niet op deze manier. Eruit. Nee, maar je niet verstekker uit. Cynisch worden, hoor. Maar opnieuw beginnen. Maar er is geen redden meer aan. Natuurlijk wel. In welke vorm dan? Niet op deze manier, nee. Je moet inderdaad wel echt keuzes durven maken. Democratisch liggen we plat. De samenleving ligt plat. We worden bestuurd vanuit Brussel. Dit is toch gewoon klaar? Dit is toch gewoon niet meer te doen? We hebben een soort sociaal vangnet wat we niet meer kunnen betalen. Die we wel moeten betalen, waar we geen gebruik meer van mogen maken. Het is gewoon klaar. Of het moet radicaal veranderen, of het implodeert. Ja, nou, het maar is aan radicaal veranderen verandert al van alles, maar onderhuid. En inderdaad, ik ben met je eens dat er vanuit de politiek meer een vuist zou moeten worden gemaakt. Zie ik wel een heleboel problemen, maar oké. Maar het is niet waar dat er niks verandert. Er is natuurlijk in de samenleving zelf een heleboel aan het verschuiven en aan het doen. En dat kost wel tijd, maar dat gebeurt wel. Ja, dat kan wel, maar dat komt door het falen van de overheid. Ja, dat. Ja, en dan heeft de overheid... Je moet niet op de overheid gaan zitten wachten, nee, dat ben ik maar niet die eens. Hebben dus de monopolie op agressie. Ja. En die monopolie gaan ze ook verliezen op een gegeven moment. Ja, en dan zit je dus in een anarchie. Dat gebeurt nu natuurlijk voor een groot deel. Als je ziet welke diensten allemaal ingeschakeld worden voor beveiliging en allerlei andere klusjes die eigenlijk bijvoorbeeld de Nederlandse politie zou moeten doen gewoon zelf. Ja, en dat je ziet dat de AIVD mensen worden ontslagen en die plekken worden ingevuld door gewone straatagenten. Ja, dan komt er een moment dat je denkt van nou, bescherm ik zelf de token wel. En dan denk je op een gegeven moment ook, waar betaal ik dan verdomme die belasting nog voor? Nou ja, dat is precies die samenredzaamheid inderdaad. Dan heb je die onsystematisering waar wij het over hebben. Uit ik de systemen, arbeid bij die overheid. Al die bedrijven, die hoor ik op een gegeven moment ook zeggen. Jongens, die politiek is een soort ruis waar je last van hebt. En daar moet je gewoon het beste van zien te maken. En ondertussen gaan wij gewoon door met ons eigen sector of ons eigen bedrijf. Want je kan er geen rekening mee houden. En het is lastig dat ze er af en toe doorheen zitten. Maar het is knap gecreëerd, toch? Dat we eerst zeg maar een overheid hadden die ons van de wieg tot het graf begeleidde. En nu is het eigenlijk gewoon een stel wratten onder je voeten. Maar je moet maar door blijven lopen. Ja, we zouden over een kleine overheid krijgen. Dat vind ik helemaal eerlijk. Ze zit natuurlijk met een enorme erfenis die ze af moeten lossen in feite. Dat is net wat je net zei. Van, we komen uit een enorme situatie die echt anders moest. Die kon zo niet blijven voortbestaan. Zie dat maar eens op te lossen als overheid. Ga daar maar eens mee aan de slag. Nou ja, dat gaat ze gewoon niet lukken. In ieder geval mag ik Lieke en Richard Lamp ontzettend bedanken dat jullie bij ons te gast waren. Ja, het is goed, jongen. Ik vond het wel gezellig. Ja, sterkte, jongen. Nou, je moet niet zo zien te lachen. Nou ja, laten we maar even gaan sporten, Jan. Zo is het maar. Net, Janneman, Ajax, Feyenoord, PSV en Twente winnen allemaal. Wij gaan naar Leo Driessen om het allemaal te duiden. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. La, 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 le, 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 Leo Driessen. La 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 Leo Driessen. Macarena? Leo Driessen, Leo Driessen, Leo Driessen. Nou, die moet je even verklappen deze, want dat weet ik niet hoor. Tot de Lambada klootzak. Oh. Nou, ook heel vet hoor. Kun je nou niet gewoon zo in deze tijd van een jaar een kerstliedje? Ah, zo wel leuk. Leo bij Nachtos. Oh ja. Wat? Leo, home for Christmas. Da, da, da. Ja, dat is misschien wel leuk. Ja, Stille Leo, heilige Leo. Dat is best leuk. De leeuwtjes lagen bij nachten. De leeuwtjes lagen bij nacht in het veld. Zij lagen bij nacht in het veld. Ja, precies. Nou, nee. Ook zoiets, hè? Ja, dat is
Ja, maar dan wel een beetje met Michel. Daar hoorden zij Leootje zingen. Zijn liederen vloeiend en klaar. Ja, de Janne kerstfeest. Het liep tegen het nieuwe jaar. Ja. Leo! I'm dreaming of a white Leo. Ja, kijk, dat smelt mijn hart. Ja, wat was het ook weer met die boom in het... met de boom in de... All I want for Christmas is Leo, gelukkig. Nee. Oh, dennenboom. Ja. Oh, Leo-boom. Nee. Heel gay wordt dat, hoor. Dat weet ik. Oh, Bart, ja, ja. Oh, I'm dreaming of a blue, blue, blue Leo Driesen. Nou, zullen we maar beginnen met voetbal? Ja. Ja. Sorry, Leentje. Hey, Leentje! Wat was de wedstrijd van dit weekend voor jou? Jou. Ja, wacht even trouwens. Kunnen we niet eerst even teruggaan naar maandag? Maandag. Het is nu al maandag, toch? De vergadering waarbij de eerste aanzet is gegeven tot de verbetering van het Nederlands voetbal. Ja, daar heeft echt volgens mij helemaal niemand op gelet van ons. Dus misschien jij maar eens niets even. Op gelet. Ja, wie van ons? Wie van ons? Jan en ik. Ja. Oh, jullie twee. Jij wel, jij bent natuurlijk kenner. Jij weet dat allemaal. Zeg het maar. Vertel maar, Lee. Nou, hoe staan we ervoor, Lee? Nou, we staan er bijzonder goed voor. Dus dat valt alles mee. Komt allemaal helemaal goed. Fijn. Dus dat was eigenlijk zo'n beetje de belangrijkste conclusie. Nee, wat me het meest opviel was dat tegen het einde van, van die bijeenkomst ging Johan Cruijff, of die ging eigenlijk al gewoon tussentijd weg. En dat vond iedereen prima. En, maar ook Zinnink ging wat eerder weg en dat vond iedereen dan weer niet kunnen. Nou, dat is ook raar. Ja, dat vond ik heel raar, want wat was nou het geval? Bleek later, nadat iedereen al weer... had staan oreren dat dat toch geen pas geeft dat de bondscoach van het Nederlands team van de KNVB dat die dan eerder weggaat bij zo'n bijeenkomst. Dat bleek, die had al een heel oude eerder gemaakte afspraak staan om jeetje. voor een goed doel ergens te gaan koken. En die afzeggen, nou, dat vond ik wel gewoon. Ja, nou, zullen we het over voetbal hebben? Nou, zullen we even, nog even vragen aan Leo? Ja, wat was die nou voor een... Ja, dat was geneuzel. Maar als ik, heb het nog iets opgeleverd? Is dat geneuzel? Hoezo is dat nou weer geneuzel? Ja, dat was wel een beetje geneuzel, Leo. Oh, nou ja, maar wat is het nou uiteindelijk uit die vergadering gekomen? Is er iets? Is onze toekomst verzekerd? Staan we binnenkort weer helemaal de top van volgens mij had Jaap Stam iets interessants gezegd. Ja, Jaap Stam zegt meer cursussen voor verdedigers. Maar dat je dan denkt... Van, dat nee, Jaap Stam... Nou, ik vond het wel heel moedig van Jaap Stam dat hij voor zoveel mensen, dat hij met zoveel mensen in een zaal door zit. Ja, dat was hij niet. Dat is, of dat... had hij een apart zaaltje? Ja, precies. Leuk. Enfin, wat was de... Oh, wacht trouwens eventjes. Ja? Ja. Nee. Ja, 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 nee, 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 ja. Ja. Over wie heb ik het de hele tijd? Dat het het talent is op dit moment en dat ik niet begrijp dat hij nog niet gekocht is. Ja? Speelt bij Cambuur. Wie van Cambuur bedoelt hij? Ja, Tsumak, of hoe heet die? Nee. Ik wil het even. Die is naar Groningen. Ja, dat is de eerste stap. Ik zou je vertellen, die speelt binnen een jaar of twee bij Ajax of PSV. Wat doe jij, Jan? Jan, geen paniek. Eén momentje, Leo. Jan, wat is er aan de hand? Oh, Jan gaat dood. Nou, geen paniek inderdaad. De opwinding wordt me te veel, jongens, sorry. Ging het in je verkeerde pijn? Die meneer van Cambuur is nu naar Groningen en die gaat binnen twee jaar naar Ajax, volgens jou. Ja, of PSV. Dat wordt een hele grote. Maar dat zeg ik dus. Hou dan zomaar op in de gehoest! Ja, ja, sorry. Maar... Hey, jij hebt een beetje meer compassie voor je collega. Ja, je zit een beetje door mijn gesprek heen te hoesten. Een beetje compassie voor mij. Welk gesprek? Door je monoloog bedoel je? Ja, omdat ik het weer voor elkaar had. Omdat ik altijd de talenten eruit uithaal. En dan wordt iedereen wordt maar voetbalanalist genoemd. Maar niemand die ziet dat. En ik zie het wel. Ja, dus? Ik weet alleen niet meer hoe die heet. Hoe heet die nou? Roestak. Ja, Roestak, ja. Hoe onthouden we dat nou? Roestak, dat wordt heel moeilijk. Dat is een jongen uit Slowakije die eigendom was van Manchester City. Ja. En was voor een half jaar gehuurd door Cambuur. Ja. En als hij nog maar een half jaar contract heeft, wilde Manchester City wel van hem af. En ja. Cambuur wilde niet meer betalen dan ze... En Groningen heeft meer betaald. Ja. Dus hij heeft de transfers onbetaald, geloof ik, van Manchester City. Mooi! Hé, hey, wat de Twente, dat ging toch ook, zeg maar... Door het oog van de naald. Met twee hakken over de lood. Geweldig, hè? Nou ja, geweldig. Ah ja, ik ze moest ook wel, hè? Er zijn wel deze week twee van deze wedstrijden geweest die in de slotfase nog mooie dingen op hebben. PSV Feyenoord, dat is ook
laatst toch nog even anders. Zo, zeg nou. En nu bij Twente, dat voelt toch wel mooi. Dus Twente zou je kunnen zeggen, haakt toch nog, houdt die laatste strouw allemaal vast. Nee. Haakt nee, toch even maar aan. Nee, joh. Maar nee? Wat wel duidelijk is, gebleken dat Twente zou meer moeten burven. Die spits, die heet het durven. Ja. Die is goed. Hij schoot er mooi in, hè? Ja. Niet? Hey, PSV wint. Heb je die gekeken? Jawel. Oh. PSV die... PSV die wint dus met grote cijfers. Maar worden ze ook kampioen? Ja. Nee, echt niet. Ja, wat nou? Nee, echt niet. En Feyenoord die klapt aan. En nee, hebben we dat Ajax, joh. Hey. Jij hebt dat gezien, joh? Ja, heb ik ook gezien. Nou, wat me wel is gaan opvallen is dat die Kazim, die gaat ineens doelpunten maken ook. Die heeft er nu gewoon 7 gemaakt. Kazim, I wanna tell you, honey. Kazim. Wat wel een beetje opportunistisch is in de Nederlandse pers viel me vandaag weer op. Hij is beschimpt, hè, Kazim. En door mij ook uitgelachen, eerlijk gezegd. Maar vandaag, ik weet niet of je het gezien hebt, dat doelpunt van hem tegen NAC. Of je hem Kazim hebt? Heb je het gezien? Ja, gezien. Nee, ik heb helemaal geen voetbal gezien. Heb jij helemaal geen voetbal gezien? Nee, ik ga het verhaal niet vertellen ook, maar er was een reden. Dat is echt wat is de reden dat jij geen voetbal hebt gezien? Kerstfeest, op test van mijn ouders. Oh, oké. Okay. Nou. Maar ik heb het doelpunt niet gezien. Nou ja, nee, niks heb ik niet gezien. Heb je het wel gezien, Roos? Ik heb het wel gezien. Ja, gezien we hebben. Maar het opvallende was dat voordat hij met rechts inschiet, raakt hij toevallig met zijn linkervoet helemaal verkeerd. Waardoor hij eigenlijk helemaal aan de rechterkant uitkomt. Het was helemaal geen krappe goal, het was een frommel. Nee, dat slaan we dan nu voor het gemak maar even over. Want nu moet Kazim goed gevonden worden. Dus ik heb exact hetzelfde Kazim, hoor. Want hij wilde eigenlijk al eerder uithalen, maar dan struikelde bijna over zijn eigen poten. Hij schoot hem met zijn linkervoet voor zijn rechtervoet. Ja, precies, heb ik ook gezien. Ja. Gezien. Nou, anyway. Maar Feyenoord gaat gewoon de Europa League winnen. Nou, dat wou ik ook nog vragen. Ja, echt een kutfighters, jongen. Geweldig, mooi, man. En dan in de halve finale tegen PSV. Ja, nou ja, whatever. L'histoire se répète. Ja, in de kwartfinale was het toen. Hopelijk. In 2001, 2002. Ah, Ajax kreeg even flink op zijn kloot van de beker van Vitesse. En dan was dat gewoon een day off, zoals Frankie de Boer dat noemde. Of zag je gewoon dat de verdediging van Ajax gewoon een gatenkaas is? Nou ja, wat wel gebleken is bij Ajax, en ja, dat is dan toch wat ze zelf een beetje in de weg zit. Dat zou enorm star vasthouden aan sinds 4 jaar geldende principes. Dat je het allemaal maar met eigen jeugd moet doen. Ja, dat gaat gewoon niet. Je kunt... Kijk, Veldman heeft tegen Vitesse niet best gespeeld, dat klopt. Maar naast hem staat Denzel. En daarna staan ook die jongens die onervaren zijn. Rietenwald speelde mee. Het waren allemaal stuk voor stuk onervaren jongens. Jonge jongens. En die hebben de handen vol aan zichzelf. Kortom, die maken elkaar niet beter. Als je wilt dat jonge jongens beter worden, moet je ze niet alleen op het hoogste niveau laten spelen. Maar dan moet je dat laten doen met wat ervaring erbij. Ja, nou leuk. Nou ja, dat vind ik wel. Dus Ajax zal toch gewoon wat ervaren jongens moeten. Ja, de vraag is: zijn 4 keer kampioen geworden? Gaat Ajax dat doen? Nee. Nee. Nou, ik denk niet dat ze het gaat doen, want aan de ene kant hoorde ik Vader de Vries, dat is toch van de Telegraaf, en dat zijn toch wel Ajax. Ingewijden. Nou ja, ja of die schrijven op wat Ajax doet. Maar in ieder geval. Die zei van ja, ze zouden wel ervaring moeten aanschaffen. Spelers van rond de 28, 29 jaar. Maar dat gaat niet gebeuren, want die willen niet komen. Ja, dat is natuurlijk maar geklets. Iedereen wil komen als je maar genoeg geld op tafel legt. Ja. Of een beetje verstandig scout. Maar ik ben bang dat Ajax dat niet gaat doen. En dus zullen ze tekort schieten. Tekort schieten? Ja, ik weet niet eens dat het een grapje was, hoor. Nee, okay. Ik zag Rafael van der Vaart. Die heeft nog een half jaar contract. En die zei van... Die wil ook niet komen, hoor. Nee, die komt ook niet. Okay. Nou. Hey, vond jij dat Robben terecht de sportman van het jaar was, Lee? Ja, vind ik wel goed. Mooi. En Oranje ook terecht de sportploeg? Ja. Mooi. Ik bedoel, kun je er iets meer over zeggen? Wie van de geselecteerden ook gekozen, daar had ik wel vrede mee. Het enige probleem wat ik had was dat Nicky Terpstra niet in de voorselectie zat, terwijl hij prijs Roubaix gewonnen had. Het was belachelijk dat die niet... als een van de kandidaten was voor sportman van het jaar. Dat vond ik echt belachelijk. Ja, belachelijk. Ja, mooi. Ja, dat zie je dus weer niet. Jawel.
vond ook. Hey, wat vond je nou van Mikey van der Hoorn? Die, bedoel, ja, die, het was toch eerlijk gezegd, die kon niet voetballen. Die was verdediger bij Ajax gehaald. Nou, dat kon hij ook niet. En dan doet Frank de Boer, die zet hem dan even in de spits. Want je denkt, jezus hé. Nou ben je echt in paniek, hè? Nou ben je echt in paniek. En dan schopt die Mikey er van de Hoorn, schopt die bal erin. Is toch ook wat? Ja, grappig. Ja, mooi, hè? Dat vond ik wel leuk voor die jongen. Ken jij trouwens dat verhaal van Henkie van der Hoorn? Die nieuwslezer? Of wat was hij? Nee, Henkie van der Hoorn. Dat was een jongetje. En die had een hoorn, zo'n toeter. En die mocht nooit oefenen thuis, want dat maakte zo'n koleren herrie. En toen ging hij oefenen in het weiland, Henkie van der Hoorn. En toen werd de boer boos, omdat de koeien gaven geen melk meer, want die schrokken zich ook allemaal de pleuris van het getoeter de hele tijd. En zo werd hij de hele tijd overal weggestuurd. En op een gegeven moment zei de burgemeester van, Henkie, nou moet je op zouden lazeren met die teringtoeter van je. We worden helemaal scheidlazers van je met getuba op die hoorn. Nou, Henkie pakt dus een roeibootje. En die denkt, dan ga ik wel lekker toeteren op zee. Ja. Henkie, heel kankerend, heel pokkend dus de zee opgevaren. En die ging dan lekker toeteren. Wat denk je wat er gebeurt? Schepen, op een gigantisch schip komt eraan. En die was dus bijna gewoon zo dat hele dorpje ingevaren. Die was er van verkoers geraakt. Mist als de tyfus. Maar Henkie met zijn getoeter, die had dus een ramp voorkomen. En toen kreeg hij dus wel een medaille van die burgemeester. Maar dat was dezelfde teringleier die Henkie dus had weggestuurd. Omdat hij niet mocht oefenen. En het moraal van het verhaal is dus... Ja? Komt er Rafa van der Vaart wel of niet bij Ajax? Nee, maar ik dacht, het moraal van het verhaal was dat hij sindsdien Henkie van de Scheepshoorn heette. Maar dat is dus niet zo. Nee. Oké, waarom niet? Ik zou ik een voorstel voor deze sportrubriek mogen doen? Ja. Dat jij elke week een mooi verhaal vertelt erbij. Wat niets te maken heeft met voetbal en ook op geen enkele manier. Ja. Ik wil een metafoor. Gewoon een mooi oud-Hollands verhaal. Ja, echt graag net zo zonder clue als deze. Ja, liever wel. Hoe bedoel je net zo zonder clue? Het betekent dus dat je, voordat je een held bent... Pakken wij de clue wel bij de oren uiteindelijk. Oh, wacht even. Nee. Ja, leuk. Maar Jan zegt nu dat zo iemand als Van der Vaart eerst verguist... en dan uiteindelijk tot een held wordt later. Eerst weggejaagd, dan teruggehaald als de held. Daar wou je heen. En dan wordt hij straks de held. Ja, dat denk ik niet. Nee, dat denk ik niet. Maar toch, was het een mooi verhaal. Ja. Henkie Driessen, mag ik je ontzettend bedanken voor je aanwezigheid? Hoezo, bepaal jij weer dat het klaar is? Nou ja, misschien... Nee, je mag gerust. Wil je nog iets zeggen? Misschien Telstar derde periode, gaat het echt gebeuren? Nou, we zijn nog ongeslagen in de derde periode, dus ik weet het maar niet. Kleine achterstand hebben we inmiddels, omdat we gelijk speelden en niet wonnen. Maar, heb je verder nog iets wat je kwijt wil? Denk je dat het volgende week even aan het jaaroverzicht leeft? Ja, denk ik wel. Ja, even aan het jaaroverzicht leeft. Want we er niet volgende week zitten, maar ik heb geen lijstjes. Dat heb ik gezeik weer. Nee, ik heb een heel lijstje gepubliceerd al afgelopen vrijdag. Nou joh, dat heeft niemand gezien, dus dan kan je gewoon bij ons nog een keer opnoemen. Hoor. Voorlezen, ja, dat is leuk. Oh ja, lijstje met allemaal... Ja, leuk. Leo's hoogtepunten. Dat is niet zo raar. Een beetje fysiek. Nou, dat lijkt me niet hoor. Hey, oom Lee, ontzettend bedankt voor... Oom Lee? Wat? Oom? Ja. Ik hoop wel dat jullie de kerst een beetje gepast doorbrengen. Nou, dat wordt dat gaan we zeker doen. Dat wordt nog een hele ruk, de kerst. Sugarlee, Hooper. Gewoon met een beetje zelfreflectie. Sugarlee Hooper. Een beetje minder... Heb ik al gedaan? Drank? Kortaf, kort door de bocht. Sorry. Nou, de goede voornemens die pakken we even in de eerste week van januari, Lee. Oh ja, is goed. Ja. Dag, Lee! Ja, Kom, zie me nog? Ja, zie me, komt eraan. En? Noikie. Jo. Oké. Doei. Dag. Echte Janne. Jan Roos en Jan Heemskerk. Als er een seksrel is, mag hij niet ontbreken. Nee. Onze Martina. Jantje Roos, haalde die voorpagina van die krant van Wakker Nederland. Omdat hij onvrijwillig leidend voorwerp was geworden van een striptease op een bedrijffestje met die thema die ze verzonden. Hij werd op die grond gegooid waarna de drie lelijke wijven op hem gingen zitten rijden, waarvan eentje met haar splet op zijn voorhoofd. Seksrel, gilde die telegraaf.
Als een vrouw op die manier wordt aangepakt, stond er aanranding op publieke omroepvestje. Maar nu was die slachtoffer een man en moest hij dus kapot. Waarom, mag Joost weten. Hij heeft dan ook nergens last van gehad. Zijn vrouw wist het al. Zijn werkgever ook. Andere werkgevers lieten hem niet om zoiets doms vallen. Wie is er dan wel beschadigd door dat onzinartikel? Nou, de Telegraaf. Die journalisten Bart Mos en John van den Heuvel, hoofdredacteur Jules Paradijs. Zij lieten zich voor het karretje spannen van die peespleurisnicht Albert Verlinden en staan nu ongelooflijk voor lul. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Martin heeft een broertje dood aan rancuneuze nichten. Maar wie een gat graaft voor een ander, krijgt hem zelf snoeihard in zijn gaatje weer terug. Let maar op. Ja, ja, was me daar toch bijna het kabinet nog voor de kerst gesneuveld. Maar toch net niet. Helaas zeggen wij van de echte Janne. Maar eens kijken of Mona Keizer van het CDA er ook zo over denkt. Het Haags geluid. Hele goede dag, Mona Keizer van het CDA. Hallo. Hallo Mona. Hey, hadden we toch bijna dankzij de kerstcrisis nog een nieuwe Tweede Kamer moeten gaan kiezen volgend jaar? Het is gelukkig goed afgelopen. Ben je ook zo blij? Nou, ik vond het in ieder geval een vertoning. 2,5 dag zijn de PvdA en de VVD met zichzelf bezig geweest. Terwijl de rest van Nederland zich afvraagt hoe hun zorg eruit ziet 1 januari aanstaande. Weet je wat ik zo grappig vond van dit hele gebeuren? Dat nou, Samson die ziet eruit als iemand die het niet onder controle heeft. Nou, dat wisten we eigenlijk ook al. En Rutte zien we iemand die altijd met een glimlach de boel dan maar weer aan elkaar plakt. Met een stukje kauwgom en een oud stukje pakband. Ja, dat is nu ook weer gebeurd. Ja, weet je, ik vond het echt een vertoning. Ik heb er met verbazing naar zitten kijken. En als je aan mij vraagt, zit Nederland nou te wachten op verkiezingen? Volgens mij niet. Waar Nederland op zit te wachten is op een kabinet die een verantwoordelijkheid neemt. En er gewoon voor zorgt dat de zorg goed in elkaar zit 1 januari aanstaande. Dat er weer een beetje werkgelegenheid ontstaat. Maar ja, als je 2,5 dag bezig bent met jezelf, kom je daar natuurlijk niet aan toe. Ja, je zegt met jezelf, maar ja, zo'n wet moet toch ook in de Eerste Kamer gewoon normaal kunnen worden beoordeeld. En dan kan het toch gebeuren dat die mensen van de PvdA zeggen, nou ja, wij denken er toch anders over. Sorry, ik vind het niet goed voor ons. Nou, dat klopt. Democratie is uiteindelijk, als het tellen aankomt, de helft plus 1. Die was er nu niet. Ja, dan heb je ook je verlies te nemen. Nou, en daar zijn ze blijkbaar heel erg slecht in bij de VVD. Wat ik wel heel grappig vind, dat zeg maar, het opheffen van de vrije artsenkeuze, dat is dus daar bij de VVD als liberale partij enorm geliefd. Maar ook bij de D66, die zich ook altijd liberaal noemt. Maar het is toch juist liberaal dat je de vrijheid hebt om je eigen arts te kiezen, lijkt mij? Ja, dat zou je denken. Ik heb dat ook met verbazing zitten bekijken. Een woedende VVD, dat zijn liberalen, die zijn voor keuzevrijheid. En waarom waren ze woedend? Omdat er keuzevrijheid bleef. Ja, maar ja, het is de bedoeling natuurlijk dat het geld oplevert dat jij verplicht met je ziekte naar een arts moet die hem 100 keer gedaan heeft, die operatie of die behandeling, zodat hij het beter kan of goedkoper is. Ja, je bent in het verhaaltje gestrapt, Jan. Het gaat erom dat de zorgverzekeraar gewoon alles bepaalt. En die is nu al bijna alles bepalend. Nee, ik zeg niet dat hij dat niet weet. Nee, maar toch. Oh, sorry. Nou ja, ik hoor net dat het gaat om de zorgverzekeraars die alles willen bepalen. Vind je dat ook, Mona? Nee, ik vind dat zo langzamerhand het evenwicht weg is. We moeten met elkaar heel goed gaan kijken hoe we weer, zoals dat dan ingewikkeld heet, checks en balances organiseren. Maar ja, minister Schippers is nog geïnterviewd samen met Nelly Kroes in het Algemeen Dagblad. En daar zei ze zoiets van, nadat ze net zo lang haar partij onder water gehouden heeft totdat ze haar zin krijgt. Dus ja, ik weet niet of het hier nou uiteindelijk over de inhoud gegaan is of over de minister die heel erg boos was dat ze haar zin niet kreeg. Nou ja, misschien vindt ze die wet ook echt belangrijk. Wat vind je van die wet, Mona, in het algemeen gesproken? Hè? Zeg je nou van, goh, we hebben een regering nodig. Je zegt net, we hebben geen verkiezingen nodig. We moeten de regering die knopen doorhakt en zo. Maar ze hebben er nu een eigen leg, die zorgwet. Ben je er blij mee dat het geworden is?
Blij dat het afgestemd is, zoals het nu in de Eerste Kamer gebeurd is. Nee, gewoon met die wet zelf. Vind jij het een toffe wet nu, zo al met al? Nee, wij hebben als CDA in de Eerste Kamer en in de Tweede Kamer tegen deze wet gestemd. Ja. Omdat er gewoon een aantal dingen echt heel erg slecht in waren. Bijvoorbeeld mensen die een psychiatrische zorg nodig hebben, een psychiater of psycholoog nodig hebben. Nou, die mochten zelf niet meer kiezen. Wij vonden ook dat als je dit dan uiteindelijk doet, moet je ervoor zorgen dat mensen tussentijds over kunnen stappen. Want ja, weet jij welke ziekte Mona, je volgend jaar krijgt. Mag ik even die vrouw zei het praten, ja, man. Maar ik vraag de hele tijd al wekenlang aan mensen van het CDA waarom ze eigenlijk niet willen dat er een nieuwe verkiezingen komen. Want dan zou het zomaar kunnen dat ze zelf in de regering terechtkomen. Maar ik dacht, nou ja, als ze nou tenminste tevreden zijn over wat dit kabinet allemaal produceert, dan snap ik het nog. Denk je nog, nou, stabiliteit van het land, die jongens doen het niet zo kwaad. Maar nu hoor ik Mona weer tekeer gaan tegen een wet. En ga het dan zelf doen, denk ik dan. Dat kan toch wel? Dat kan natuurlijk. Dus nu ga jij, omdat er geregeerd wordt, nou gelukkig, het is lekker rustig in het land, komen we te zitten met een zorgwet waar jullie niet zitten te wachten. Dat vind ik raar. Nee, maar dat is dus ook nu goed gegaan, want die zorgwet is afgestemd. Dus dat is nu goed gegaan. Ja, weet je, natuurlijk, wij zijn CDA, dus wij zijn altijd in staat tot besturen, maar daar gaat het niet om. Waar het nou over gaat, is dat je gewoon zorgt dat dit land gewoon goed geregeerd wordt. Ja, dat kunnen deze jongens niet. Dat doen deze mensen dus niet. Daar zijn we nou toch al een jaartje of wat over eens. Ja, dat zijn, wel 2 jaar zien we ze in ieder geval strompelen en struikelen. Maar wat wij als CDA in ieder geval doen, is elke keer weer dat waar ze mee komen gewoon goed beoordelen. En we komen met hele nieuwe, andere goede voorstellen. Hè? Als je nu kijkt naar de veiligheid internationaal, hebben wij gezegd als CDA, en dat roepen wij niet alleen, wij maken natuurlijk dan ook een rekensom waaruit blijkt dat het kan, dat er meer geld naar defensie moet. Wij doen voorstellen waarin we zeggen, jongens, dat verheerlijken van terroristisch geweld door die ISIS-aanhangers, dat moet gewoon strafbaar zijn. Nee, maar Mona, als mensen, dat zijn prachtige dingen, maar het is, die mensen gaan niet luisteren, want die zijn van een kabinet van PvdA en VVD, dus die CDA, daar willen we er niet bij. Is het dan niet veel makkelijker om naar te streven dat je die eigen agenda kunt uitvoeren? Jullie staan in de peilingen lekker bovenaan. Gaat goed met deze 60 en VVD samen. Met zijn peilingen waar je denkt, nou, dan gaat het met z'n drieën. Ze staan bovenaan. Nee, maar ze gaan naar de PVV, maar die rekenen we maar even niet mee als gesprekspartner, denk ik. Of wel. Nee, maar dan als je zegt ze staan bovenaan, dat is feitelijk onjuist. Je hebt groot gelijk, sorry. En het is toch de nationale nieuwszender. Dus het zou fijn zijn dat je dan... Ja. Het gaat heel lekker met het CDA. Ja. Het gaat ook lekker met D66. De VVD gaat ook niet zo lekker mee. Die zit namelijk met de PvdA in het kabinet. En dat doet hun reputatie niet zoveel goed. Ja, ja. Nou, dan hebben we de SP nog ergens, maar die is toch wel een stukje lager. Dus ik zou zeggen, rechts van het midden zit een leuk blok. Ja. Hè? Ben je dat met me eens? Ja, nu doet het weer te lang. Oh, sorry. Ga nu naar je vraag toe. Nee, ik was hier even uitleggen. Ja, ik denk al, ik ga even een blokje om of zo. Nu. Goed, maar blijf dan maar lekker in de oppositie ook aan mij doen schelen. Heb je nog meer leuke plannen voor de zorg? Zeker. Wij hebben niet natuurlijk alleen leuke plannen voor de zorg. We proberen dit kabinet er ook van te overtuigen dat de belastingen naar beneden moeten. Ja, dat werkt ook niet. Dat wil premier Rutte ook. Ik heb wel zoiets van de aanhouder wint. En als op een gegeven moment die twee er zelf niet meer uitkomen, dan hebben wij de goede plannen. De belastingen moeten naar beneden. De werkgeversverplichtingen, daar moet wat aan gebeuren. Zodat het midden- en kleinbedrijf weer personeel in dienst neemt. Dus daar zijn we allemaal heel erg goed mee bezig. Maar lieve Mona. En ik heb zelf ook nog, ik heb een meldpunt. Ja, we hebben gezien, meldpunt, meld het Mona. Ja, wat leuk. Het is echt een soort, hoe heet dat, weet je vroeger in de story ook niet. Ja, dat ook zo'n vraag. Lieve Mona was dat. Lieve Mona. Nee, schrijf het of zo aan Mona. Nee, lieve ook Mona. Heel bijzonder, ja, absoluut. Nou, ja, meld het Mona, dat zijn twee emmen, dat praat zo lekker weg. Ja. En dat is ook op een website. Klinkt ook heel vertrouwd. Ja, dat goed. Is heel vertrouwd. Ja. Maar de vraag is eigenlijk, weet je, wat mag ik melden of mag ik gewoon alles melden aan je? Dan krijg ik je ook zelf op de telefoon. Ja. Jij wel. Oh, dat vind ik wel. Ja, dat vind ik eigenlijk. Ja, maar voor de rest van de mensen, ja, verschil moet er toch wezen. Maar voor de rest van de mensen is het, als nou 1 januari gaan natuurlijk al die nieuwe wetten in. En mensen maken zich daar grote zorgen over. En met name ook de familie, hè, die om hulpbehoevende mensen heen staan. Dus laatst ook weer uit een enquête gewerkt dat bijna niemand weet waar ze aan toe zijn. En ze kunnen mij dan mailen met om bijvoorbeeld te kijken hoe zitten dingen. Dan kan ik dat voor ze uitzoeken. Maar ook bijvoorbeeld als in de gemeente waar ze wonen dingen niet duidelijk zijn, kan ik ze in contact brengen met de CDA-raadsleden daar ter plaatse. En dan kunnen die mensen maar helpen. Mona, waar kunnen ze je dan op bereiken? Op www.cda.nl/meldhetmona. Daar kan je mij mailen. Het is voor mantelzorgers, voor al die mensen die hun stinkende best doen voor een familielid die ziek geworden is. Yeah. En die wil ik gewoon heel graag helpen. Dat is toch hartstikke lief van je. Kijk, zo kan het ook, Jan. Dus de menselijke maat. Dat is trend, hè? Ik zou je vertellen, qua mantelzorg ben ik niet heel erg op mijn plek.
Ik moet ook eerlijk toegeven dat ik in dat opzicht blij ben dat mijn ouders ver weg wonen. Ik neem één tripje doe ik dan en dan doe ik een klein pilletje en dan zeg ik jongens, hier heb je glaasje water. Succes! Ja, ik ben er niet zo van. Hey Moon, mag je ontzettend bedanken voor alles? Heel graag gedaan, Jan. En jij hebt ook vakantie, neem ik aan? Ja, het is nu reces. Nou ja, het is even bijslapen. Het was vrijdagochtend 5:30. Ja, maar irritant is dat, hè? Dat je denkt van dit is eigenlijk allemaal slap gelul. Allemaal hebben onzinruzies tussen PvdA en VVD. En je moet er maar opblijven tijdens die zeikdebatten de hele tijd. Ja, het leidt tot niks. Maar, schande ja, is dat, hè? Het hoort er wel bij. Van onze belastingcenten. Ja, nou ja, ik heb geen overuren uitbetaald gekregen. Oh, maak je geen zorgen. Nee, voor jou maak ons geen zorgen. Lieve Mona, bedankt voor alles. Graag gedaan. Doei. Dag. Het Haagse geluid. In onze populaire rubriek Enkel in België. Deze week de man in Deurne. Die een koeien kerst lichtjes letters heel erg groot kut in het raam neerzetten. Dat weet hij. En nou, de buurt is natuurlijk boos. En we bellen even met die boze buurt. Hallo. Hallo. U spreekt met Jan Roos van de Nederlandse radio. Mag ik u wat vragen? Wat, kan ik u wel vragen over die kerstverlichting in de tekst van de koet? Die wat, hè? Ik zal even voor u vertalen, met Heemsek spreekt hij ook Radio 1, Nederlandse radio. Bij u in de straat is iemand die heeft het woord, ja, ik had haast niet zeggen, kut in een raam in kerstlichtjes gedaan. En dat is een hele rel, begrijpen wij. Weet u daarvan? Ik weet daar niet al weinig van, want ik zie die mensen wel eens passeren, maar dat is ook alles. Hij komt eigenlijk niet zo vaak buiten, zeg maar. Ja. Ach, dat is ook weer naar. Allee, meneer, weet u misschien wat er aan de hand is met uw buurman dat hij kerst zo kut vindt? Ik heb er geen idee van. Vindt u kerst kut? Is het een beetje net de buurt waar u woont? Ja, dat is niet ver, maar... En dat is niet zo, want het is toch wel akelig als iemand dat doet, dan gaat de prijs van de huis omlaag. Ja. Al wel, maar die kerst is toch ook een kutfeest? Nee, hoezo? De kerst is hartstikke leuk. Er is wel iemand die daar kan op antwoorden. Nou, maar die gaan we wel bellen dan. Nou. Ik dank u wel en ik hoop voor u dat uw buurman ophoudt met dit gekut. Nou, we wensen u een witte kerst. Op uw kindje. Dank u wel, hoor. Dag. Dag. Hallo. Dag, hallo, meneer en mevrouw. Ik spreek met Heemskerk Radio 1 in Nederland. Wij hebben gehoord van een incident in uw straat waarbij een buurtbewoner het woord kut in de ramen in kerstverlichting heeft opgehangen. Weet u daarvan? Ik weet er niks van, Nin. Oh, maar wat vindt u ervan? Ik begrijp dat het er nogal net de buurt is waar u woont. Wat vindt u ervan dat iemand zoiets doet? Zo'n schuttingwoord in het raam plakt met kerstlichtjes. Goed. Dat kan niet, maar ik weet er niets van. Allee, meneer, u spreekt ook met Jan Roos, ook van het programma. U heet Wolput van uw achternaam? Nee. Zie je wel, daar ga je alweer. Allee, hoe heet u dan? Godverdomme zich. Vraag gewoon de naam van zijn gozer, hè? Ja. Wat een rare buurt. Misschien begreep je het niet. Nee, volgende. Hallo? Goedenavond, mevrouw. U spreekt met Heemskerk, Nederlandse radio, Radio 1, Echte Janne. We hebben een vraag voor u. We zijn bezig met een buurtonderzoek naar aanleiding van het schandaal. Het schandaal dat iemand kut heeft geschreven in kerstlichtjes in zijn open raam. Weet u daarvan? Absoluut niet, meneer. Oh, wat is opmerkelijk. We bellen maar mensen en mensen. En niemand heeft het blijkbaar gezien. U woont toch in Deurne? Ja. Nou, dan kan ik wel uitleggen. Er is dus een obstinaat persoon bij u in de straat. En die heeft dat schuttingwoord in kerstlichtjes in het raam gehangen. Wat vindt u nou van zo iemand? In welke straat in Deurne is dat dan? Goeie vraag, mevrouw. Dat weet ik al niet precies. Dat vragen we heel even aan... Jan, kan je het even bekijken? Wel, mevrouw, dat is in de Vosstraat. In de Vosstraat. Daar heeft een man heel groot kut in een raam gehangen. Met lampjes. Ja, dat is, mevrouw. Meneer Spijt, maar ik vrees dat ik u verder niet kan helpen. Ik ben de zak nog door de straat gewandeld en ik heb dat niet gezien. Nou, dan weten we, misschien is het wel een roddel. Dank u vriendelijk, mevrouw. Goedenavond. Kutzig. Hallo, Astrid. Hallo, Zalaal. Wat?
U spreekt met Echte Jannen van Radio Nederland. Kan ik u wat vragen? Mag ik u weten van mij? Wat zeg jij? Ik ben thuis. Mooi. Ah, mooi, luister. Er is een man bij u in de straat en die heeft een woord kut met kerstlampjes in de ruim gehangen. Had u dat gezien of wat? Ik versta er niks van. Wacht even, ik ben er ook, mevrouw. Goedenavond. Wie spreek ik? Ja, met Heemskerk spreekt u Radio 1, Nederlandse radio. Er is bij u in de straat... Ik ben gewoon aan televisie, want zien dat alles. Nee, ja, dat zien ze allemaal, hè. Dat is prima, maar het gaat erom... Er is bij u in de straat een meneer die heeft het woord kut, u weet wel, voor vrouwelijk geslachtsdeel. Excuseer mij, meneer. Ja, nee, mij ook. In het... Goedenavond, dag. Ja. Kutwijf. Nee, dat is helemaal niet waar. Dat is gewoon dat je de mensen... Ja. Zo zie je maar wat die meneer aanricht. Wij wensen u echte Jannen, wij wensen u echte Jannen, wij wensen u echte Jannen in het komende jaar. De liefdespanter wordt zo verschrikkelijk moe van al dat moorden. Dagboek van de liefdespanter. Net nu we dachten dat de prijs voor het wreedste zootje tuig ter wereld hands down naar ISIS zou gaan, met zijn publieke onthoofdingen en massa-executies van iedereen die niet tot volle tevredenheid hun versie van de islam aanhangt, maken de Pakistanse Taliban ineens een machtige eindsprint met het doden van 135 kinderen in een school. En net als je denkt dat daar niemand voor oud en nieuw nog overheen komt, doet ook het Nigeriaanse Boko Haram een gooi naar deze felbegeerde titel in de kringen van moslim-extremisten. Boko Haram, dat westers onderwijs is zondig betekent, verspreidde vandaag namelijk een film waarop talloze burgers in een zaal met kogels worden afgemaakt. Dit vanwege het feit, aldus Boko Haram, dat deze mensen ongelovigen waren, volgens hun religieuze recept tenminste. Ik wil niet telkens een wijd openstaande deur intrappen, maar al deze bovengenoemde groepen handelen dus uit naam van Allah en menen dienstbedoelingen met de mensheid tijdens het leven te behartigen. En hoe vaak ik ook hoor dat er ook een gematigde islam bestaat en moslims van de liefde, ik kan me niet voorstellen dat je iets te maken wilt hebben met een religie die kennelijk de gelovigen inspireert tot het vermoorden van kinderen en andersdenkenden. Met moordenaars. Als zelfs Al-Qaeda al afstand neemt van de daden van de Taliban, als het zelfs de gematigde moordenaars te gortig wordt, wat moet je dan nog bij zo'n club? Ik weet het, het is moeilijk ingewikkeld, het ligt gevoelig en genuanceerd, maar jongens, schoolkinderen, uit naam van jouw God, is dat nou niet een tikje te dol? Moet je daar nou niet eens een keertje krachtig afstand van nemen, al is het maar om te laten zien dat er in elk geval ook een islam van welwillende en goede mensen bestaat. Dagboek van de liefdespanter. Nou. Enkel storm en pleurisregen voor een verklaring voor dit volstrekt onacceptabele klote kerstweer schakelen we snel naar Gerrit Vossens in de Achterhoek. Oh. Het weer keer vier verkeer dom deur. Gerritje! Hoe is het nou weer nicht van me? Wel goed, nog één keer hè. Wat nog één keer? Wat één keer, nog één nou, keer. Nou, volgende week nog een telefoontje en dan heb ik het jaar gehaald. Het jaar? Oh ja, meen je met dat jullie, nou? Met jullie, hè? Nou, dat is wel heel verleidelijk om je ernaar uit te flikkeren dan. Ja, je vraagt er wel een beetje om, ja. Hè? Ja, maar, hey, maar zeker met die takken weer. Want is het nou haast klaar met het geregen? We hebben domme gisteren wat vergaan onderweg aan Tesla, die pokkenpont. Nee, we gaan varend richting de kerstdagen. Ah, man. Blijf maar regen. Op, dus blijf, ja. Maar ook niet waaien ook. Ik vind er geen kut aan, Ger. Nee. Is ook nog klam inderdaad. Het is, niet, ja, het is officieel dan winter. Ja, nou. Nou, ik liep vandaag over het strand, joh. Waait zo'n beetje dat zand in je smoel met een half lauwe regentje. Ja. Het gaat verdammen, Ger. Ja. Wat scheids ik van. Ik weet het. En komen er allemaal mensen die hebben, ja, nou, jij denkt dat jij het erg hebt, maar wij gingen op wintersport en dan liggen er sneeuw en dan kan mij het rotten. Ja, dan moet je niet in wintersport gaan. Ja, god. Nee. Hey, maar er zijn geruchten, Gerrit, luister, geruchten dat zeg maar de 28ste, dus weliswaar niet tijdens de kerst, maar vlak na de kerst, tegen oud en nieuw, gigantische koude sneeuw en hagel en gedoe komt. Ja, dat is van die Putto, weet je wel, die we vroeger wel eens hadden. Ja, die is gek als een deur, joh. Nee, ja, die, ja. Ken je die man, Mark Putto? Ja, die ken ik wel. Maar die is toch gestoord? Ik hoor er veel van, maar ik ken hem niet. Maar die is toch gek? Ja, hè. Ja. Oh, oké. Nou ja, dan zal het wel kloppen dat hij nou ook weer ongelijk had. Ik kan toch? Ja, dat kan. Hey, geen sneeuw of niks. Ook de 28ste niet.
Nou, er kan wel wat sneeuw vallen, maar het stelt niet veel voor. Beetje natte sneeuw. Ja, natte sneeuw. En hoe heet dat? Is dat een soort... Wat is het? Nee, ik weet het niet. Uit jouw mond klinkt het zo van natte sneeuw. Ja, ik zeg even, tijdje niks meer over natte sneeuw. Vorige week heb je sta ik weer op de voorpagina van de Telegraaf. Ja, wat was dat, joh? Ik heb al 20 keer over gehad vandaag, ik weet het. Nee, maakt niet uit. Ja, maar die vrouw had nog een panty aan volgens mij, dus er was niks aan de hand. Hij had een panty aan? Een panty? Ja, was er niks. Dat is gewoon een klotsende kalkoen, hoor. Oh, daar leek net zo'n naad in te zitten. Dat leek wel op een panty. Dat is wel een naad in, ja. Ja, daar zat wel een naad in. Ja. Oh. Zou ik je wat iets vertellen? Dat weet nog helemaal niemand. Dat wijf had een... Primeur? Ja, maar de kabouter ligt een maffie, joh. Oh. Maar ze had een piercing. En ze was op mijn kop aan het rammen met dat ding. Maar, in de klit of in de tussenin, zeg maar. Ja. In en dan heb je hechtingen. Nee, maar ik kwam er wel als een soort zoals een hindoe staan. Kwam ik met zo'n rode stip tussen mijn ogen. Oh ja, dat is ook. Oh. Ja, het was niet leuk. Nee. Ja. Ik was gewoon aangerand. Maar ja, wat kunnen jullie allemaal rotten? Je kunt nog altijd aangiftig doen. Is dat is misschien nog een idee? Ach, Jan, hou alsjeblieft op een keer. Ik ga alles weer uitleggen. Ger, even snel het weer voor de aankomende week. Waarom moet dan alweer zo snel? Net hebben jullie tijd zat en dan moet ik alweer eens weer snel zijn. Nou, dan doe je traag. Nee, doe maar rustig, joh. Ja, gewoon, dat vind ik even ook. Gewoon op een soort weermannentoon. En elkaar een beetje op te hitsen de laatste dagen van december. Nou, ik zit jou niet op te hitsen, hoor, vriend. Nee. Nee? Nou, nee, we hebben in ieder geval... jagen bedoel vandaag en morgen en overmorgen is het nog zacht met veel wind erbij. Nou, af en toe wat regen, wat motregen, temperaturen, ja, nog wel een graadje of... 10 tot 12 sowieso tot en met woensdag. Lekker warm. En tijdens de Pinksterdagen, als we met schoonmoeder de eerste Pinksterdag achter de kalkoen zitten. Precies, dat we lullen over Pinkster, Gert. Kerst, Gerritje. Sorry. Heb je weer gesopen? Ik vond wel een mooie sprong. Hij pakt meteen Pinksteren mee. Dat is de meeste dapper. Ja, dat is wel dapper. Maar ja, kalkoen met Pinksteren, dat zag ik dan weer niet zo aankomen. Nou, dat kan ook heel goed, maar dat laten we niet doen. Maar met de kerstdagen, in ieder geval, wordt het wel ietsjes... frisser, laten we dat woord maar gebruiken met de 5 tot 7 graden. En na de Pinksterdagen, de kerstdagen, dan wordt het in ieder geval... Heb je gesnoven? 27, nee. Heb je gedronken, Ger? Nee, ook niet. Heb je zo'n knalletje gehoord? Heb je misschien een klein tiaatje of zo? Nee, duimpje zwavel? Volgens mij niet. Is mevrouw voor ze in de buurt? Nee, die slaapt. Ik zou je dan misschien heel even je eigen hand in je kruis willen stoppen. Kijken of je in je broek hebt gezeken. Maar dan bellen wij even 112, Ger. Want gaat niet goed, joh. Nee. Dat gaat wel. Hoeveel vingers steek ik op? 3. Oké. Ja, dat klopt wel. Ja. Hey, ik zit al een tijdje naar die scheidkabouter te kijken. Maar die zit weer aan zijn kleine paddenstoeltje te rukken. Staat eens even wat in, joh, lul. Oh ja, we moeten even muziekje doen, Ger. Jezus, dat is die trage kutkabouter. Ah, dat is leuk. Vlak voor de kerst nog even, dames en heren. Je kan het nog halen op de site. Het is nog niet te laat. Je kunt die kerstdagen nog helemaal door met deze prachtige muziek. Nou, ik probeer het te verkopen. Ja, doe dat alsjeblieft niet. Ger, ja. Witte kerst kunnen we vergeten. Maar ja, niet die kin, hoor. Helemaal vergeten. Nou, weet je waar je hem niet kan vergeten, Gerry? Dat is een witte kerst op je kin. Half december, dan staat de kerstboom bij mij al 4 omhoog. Ik luister naar het weerbericht, maar dit jaar blijft het droog. Ook al hou ik veel van sneeuw, ik heb ontzettend veel zin. Want ik geef jou ook dit jaar weer een witte kerst op je kin. Hey, kerstfeest kan voor mij niet stuk, want ook al blijft het groen. Ik maak van alles klaar voor het diner en vul ook de kalkoen. Rostbief wordt het voorgerecht met de ziltige vulling erin. Als doet je lauwe man en pap met een witte kerst op je kin. Hey, de piek met ballen hangen in de boom met eronder de cadeaus. En jij wordt door mij verwend met een goed gevulde doos. Jij wil nog meer, maar wees niet bang, want dit is pas het begin. Het hoogtepunt van dit jaar is een witte kerst op je kin. Hey! Het weerbericht van de weerboer Ruud Doorsten. Er valt deze kerst helaas geen sneeuw, maar het kan plaatselijk wel flink nat zijn. Kijk ook uit dat je op de trekker zit, want het wordt glad en glibberig. Dan nog even de weerspreuk. Is december warm in het begin, dan mag je er met kerst koud in. Goed gewoon. De eerste kerstdag was een feest, tijd voor kerstdag 2. Jij komt weer gezellig langs en neemt ook iemand mee. Witte vlokken vliegen rond, ook over jouw vriendin. Jullie krijgen allebei een kerst op je kin.
Ja, een witte kerst op je kin. Ja. Ja, een witte kerst op je kin. Ja. Ja, hoe zit het eigenlijk met de verkoopcijfers van de hit inmiddels? Nou, we hebben hem heel eventjes geparkeerd na het, zeg maar het telegraafincidentje. Ja, oké. Okay. Wat? Nee, fijn dat je gewoon... ik snap er niks van. Goed, Gerrit. Hey Ger! Maar mag ik mijn verhaal even afmaken van het weer? Was je nog niet klaar dan? Nee, man. Scheidzaai kut verhaal. Lange Jan die vroeg nog van wordt het koud en daar kan ik nog gaan niet, kan ik nog niks over zeggen. Nou, zeg het dan maar even snel, godverdikke. Hij zegt net dat hij er niks over kan zeggen, dus zeg jij zeg het even snel. Ja, nee, maar in ieder geval volgende week zaterdag, als we dan, dan kunnen we wat lichte vorst verwachten, omdat er een drukgebied boven Frankrijk zit. Oh, maar vanaf zondag, dan komt er weer een nieuwe depressie. En dan wordt het toch weer wat zachter, maar het lijkt toch wel dat 1 januari weer wat koud zal beginnen. Dus het gaat op en neer en heen en weer en mooi. Dat was het weer. Nou, ik zit nog steeds in die oude depressie, maar goed. Hey, ja. Doe nog even snel je weerspreuk, dan kunnen we naar huis. Nou, december veranderlijk en zacht, een hele winter zonder kracht. Nou, daar geloof ik nou wel in. Ja. Ik vind hem veel te lang en ik vind het een wijvig dingetje. Wijvig dingetje. Het is niks meer. Doe nou, weet je wat keer. Het een beetje was, Gerrit? Vroeger had je nog van die... van die leuke boerendingen, weet je wel? Ja, met beesten en zo, en modder. En dit, ja. Dit is toch wat... Dit is een poëziealbum. Ja, dit is een beetje Jan van Veen, dit. Als we nou na december volgend jaar het contract wordt verlengd... dan wil ik daar wel eens een keer wat van uit gaan zoeken. Heb jij een contract? Ja, nou, dan wel. Nou, lijkt me stug. Ik denk dat jij meer, blij moet zijn met de exposure. Ja, ik wil het zeggen. Ja, nee, goed, wat jij zegt, ja. Ja. Enfin, dag Gerrit. En fijne kerstdagen, Pinksterdagen. Fijn, nou ja, kerst. Goed gaan. Doei. Oh, de naneuk. Yeah. Nou, het is wel stil zo zonder die Richard en Lieke lamp. Wat een druk stel, hè? Het is nu The Silence of the Lamps. In ieder geval, tot volgende week bij de Echte Jan. Bedankt voor het luisteren. Godsamme. En pak een beet, zei Tante Greet. Ja. Dag! Tot zover. Echte Janne. Echte Janne. Er is een man bij u in de straat en die heeft het woord kut met kerstlampjes in de ruim gehangen. Ik versta er niks van. Er is bij u in de straat een meneer die heeft het woord kut, u weet wel, voor vrouwelijk geslachtsdeel. Excuseer mij, meneer. Ja, nee, mij ook. In het... Burn-off, Kutwijf.